Welkom, goedemorgen. Dit is vroeger tijdstip, althans 9:30. Voor sommige mensen was het volgens mij vroeg opstaan om hier in Den Haag te komen. Welkom bij Kiviniria. Welkom in dit museum eigenlijk ook wel een beetje, mag ik zeggen. Oud pand met een zeer rijke historie. Wat kunnen we allemaal zeggen over musea? Dit is een museum. Maar jullie, een aantal van jullie, hebben nu ook een eigen museum. En we hebben een discussie die speelt 4-10. We moeten veel meer technici moeten richting de arbeidsmarkt. En daarom vind ik ook heel hartstikke mooi dat we niet alleen in dit selecte gezelschap een aantal vertegenwoordigers hebben van musea, maar ook dat we met de TU Delft naar de Haagse Hogeschool ook het onderwijs een beetje binnen hebben. Maar ook een aantal mensen vanuit het bedrijfsleven. Dus we hebben best een leuk gemêleerd gezelschap. Ik ga snel aan de slag. Rijn Willem staat als eerste. Staat niet op het programma als eerste, maar Don, hij gaat een technische. Zeg maar rustig op mijn probleem. Oké, prima. Wil ik jou graag het woord geven en ik wil iedereen nog even op wijzen. Deze hele sessie wordt integraal opgenomen. En kan ook voor de anderen die wat verder weg wonen. Want we hebben al een aantal verzoeken gekregen van volk. Heel interessant, maar Den Haag is voor mij niet te ver weg niet te doen. Maar ik zou er heel graag bij kunnen. Maar dat even als eerste aftrap. Rijn, dankjewel. Ja, goedemorgen. Waarom sta ik hier? Ik eerst afgevraagd. Ben ik wat vroeger dan gepland? Want ik had echt een grote stomme fout begaan door om 10 uur een afspraak in Amsterdam in te plannen. Het was het te maken met de Nederlandse Bachvereniging, dat is me ook dierbaar, dus ik had ook nog wat zo geschoven, maar het is eerst maar. Ik ga wat zeggen over dat verhaal van het masterplan BED en technologie. Je weet dat het topsectorenbeleid, 9 topsectoren, heeft elke topsector een human capital agenda gemaakt. En we kwamen er al vrij snel achter, toen we daarmee bezig waren als topsectoren, dat er een onderliggende problematiek was die voor zeg maar, zeker 5 of 6 van de 9 topsectoren gold. Zijn de grote, te weinig belangstelling voor beter en technologie, voor wetenschap en technologie in ons onderwijs. En een te geringe instroom. Er waren natuurlijk al heel lang initiatieven geweest. Het Pad van Berkel die bestond al een aantal jaren. En als je dan kijk wat de zegeningen waren tot 1 of 2 geleden, dan zien we dat de instroom aan universiteiten en hbo's van beta-studenten stijgt. Sinds 5, 6 aan universiteiten, 3 aan de hbo-opleidingen. Dus daar is een de continue daling van de laatste 20 jaar is weer tot stand gekomen, een stijging. De instroom bij mbo en vmbo nog steeds dalend, met name bij mbo slecht. En we merken eigenlijk dat het fundamentele probleem nu zit bij het primair onderwijs. En daar komen we zo op terug. Wat we gedaan hebben is gekeken naar allerlei zaken, een beetje brede analyse gemaakt wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen jaren. Die topsectoren die hebben dus ieder hun eigen innovatiecontracten, maar tegelijkertijd dus ook hun agenda. En daaruit voortgekomen een integraal plan voor wat we noemen een masterplan BED en technologie, wat zeg maar op dit moment een flink aantal actiepunten heeft, een groot boek wat ook uitgevoerd wordt en waar we een stuurgroep voor opgezet hebben die dit allemaal gaat uitwerken. Rond dat masterplan BED en technologie, en dat is het goed om toch even daar goed op te spreken met elkaar, want er wordt vaak gesproken over BED en techniek. We hebben heel bewust gekozen voor technologie, omdat het begrip technologie laat iets meer zien, de ontwerpkant, de mogelijkheid om, en is ook wat aanspreekbaar. Het is heel vreemd dat als je op dit moment over techniek praat, op lagere scholen en vmbo's, dan is daar het imago van, je moet met een blauwe jas op de overall moet je werk doen. En interessant genoeg dat het met name in allochtone kringen, waarvan de tweede generatie, of de eerste generatie, ouders werkt in de haven in Rotterdam, die doen er dus alles aan te zorgen dat de tweede generatie dat niet doet. Ook nog heel begrijpelijk, maar techniek is dus voor veel mensen geassocieerd met vies werk, handen vuil maken
En niet zich realiseren dat een beroep in de techniek vaak twee keer zoveel verdient als een beroep als onderwijzer of in de zorg. Om maar zo'n voorbeeld te noemen. Dat zijn dingen die men niet beseft. Het is deels een imagoprobleem. En we hebben in ieder geval wel gemerkt dat technologie wat verder weg staat, wat meer sexy is dan wanneer je over techniek spreekt. Nou, daar kun je veel meer over zeggen. Het is ook niet wezenlijk een probleem, echt. Het is heel veel een cultuurprobleem wat we hebben in onze Nederlandse samenleving. Dat wij in Nederland 2,6 op de 10 mensen hebben die na het primair onderwijs op de een of andere manier een technische opleiding volgen, zij het VMBO of WO, in WO terechtkomen. En in onze omliggende landen is dat 4 op de 10. En dat is een gevolg geweest van pakweg jarenlange discussie in Nederland dat de maakindustrie zou verdwijnen. Dat zou afgelopen zijn met de maakindustrie, de hoogovens zou dichtgaan, de raffinaderijen, de botlek zou dichtgaan. Ik weet wel dat ik na 15 jaar in het buitenland in 2003 terugkwam in Nederland en veel Kamerleden sprak. En gelukkig zijn er nu, morgen zullen er hier een stuk of 5 ingenieurs uit de Tweede Kamer zijn. Nou, toen ik terugkwam zat er eentje in. En dat was de leider van de SGP, die nooit ingenieursvak hebben uitgeoefend. Dus er zaten geen echte ingenieurs in de Tweede Kamer. Dat is gelukkig nu ook wat beter. Maar het beeld van deze mensen was dat in Nederland inderdaad hoogovens en botlek, dat zou 10 jaar lang dicht zijn, want we gaan een nieuwe economie doen. Dat was het droombeeld. Nou, die nieuwe economie, kan ik zeggen, dat is maakindustrie. En daar zullen we in dit land echt sterk in moeten blijven, in een concurrerende wereld. En juist in allerlei nieuwe ontwikkelingen. Nou, we hebben, als we naar de arbeidsmarkt kijken, dan is er een specifiek probleem met de tekorten die we hebben. We hebben het gemeten, de ROA die verwacht dat net tot 2016 een tekort van 170.000 mensen is, 30.000 op jaarbasis die we nodig hebben in de techniek. Ik heb daar discussie over gevoerd met het Centraal Planbureau. Er zitten dus econometristen en die kunnen hele belangrijke dingen zeggen. En hun statement was, maar dan ga je ze ook meer betalen, dan komt er vanzelf wat meer mensen. Dat heb ik duidelijk gemaakt, econometrie wel werkt, maar in een open wereld, een niet gesloten wereld van Nederland, ligt de situatie wel wat anders. Het Shell laboratorium in Rijswijk heeft 40% buitenlandse werknemers uit India en China, die overigens goedkoper zijn dan de Nederlanders. En ik heb hem gezegd, als we zo doorgaan en wij gaan meer betalen in Nederland, waarom zouden we dat doen als we zo goed, en overigens betalen we al redelijk goed. Ingenieurs of technici zitten al in het bovenkwartiel van inkomens. Als we nog meer zouden betalen, zou dat niet noodzakelijkerwijs moeten betekenen dat we meer mensen krijgen. Want op het ogenblik is de situatie zo dat tekorten worden opgevuld door buitenlanders. En als er straks 70-80% Indiërs en Chinezen in Rijswijk aan het werk zijn, dan kun je ook redelijk wijs verwachten dat Helmut Schell zegt, nou, we gaan het laboratorium verhuizen naar India of naar China. Kijk, dat is de beweging die er aan de gang is. Dus het is niet salaris alleen, het is een cultuurprobleem van wat wil je dan samenwerken. Nou, die discussie is gelukkig ook wel geslecht, dat men niet meer begint over salarissen. En wij denken uiteindelijk toch dat we zo'n 40.000 mensen door de hele keten nodig hebben met elkaar. Waar zit er een stuk van de problemen? Er is daarnaast ook nog een kwaliteitsprobleem. Curricula, op dit moment sluiten niet erg aan bij bedrijven. Dat geldt met name voor het VMBO en het MBO onderwijs. De goede uitzondering niet aangesproken, waar heel intensief contact is. En het is hier dat we al begonnen zijn vanuit het masterplan bij de techniek om die centers voor innovatief vakmanschap voor het MBO en de centers of excellence voor het HBO op te zetten. Om daar de interactie tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen sterk te verbeteren. Er zijn er nu 8 voor het HBO, dit wordt ook uitgebreid, en er zijn er een stuk of 10 voor het MBO. En daar is het voorstel ook om naar 30 te gaan. Dus dat veel MBO's dus een plek hebben waar mensen uit bedrijfsleven binnenkomen en meedoen in het lesprogramma's, het verzorgen van stages, etcetera. Nogmaals, de goede niet erna gesproken, er zijn instanties waar het heel goed loopt. Als je naar Teltium, MBO gaat, de ROC gaat in Zwolle, dan kun je daar je vingers bij aflekken hoe geweldig goed het daar georganiseerd is. Hoe enthousiast die leerkrachten met mensen in bedrijfsleven zijn en die jongeren meenemen in de hele lesprogramma's. Maar dat zijn de goede uitzonderingen. Als je naar Rotterdam gaat, zeker ook naar Amsterdam, dan is het de technische opleiding in de MBO's een vrij noodlijdend bestaan. Zo dat in Rotterdam gewoon Zatkin en Albeda
hun opleiding samen aan het voegen zijn om er nog een beetje massa in te creëren. Maar het tweede punt dat ik toch wel wil maken, internationaal karakter heeft effect op onderwijs. Ik zei net al, simpel betalen heeft geen zin, want er is een enorme inflow al van buitenlandse studenten. Als je kijkt naar de promovendi aan de technische universiteiten en de derde faculteit, dan is 40-50% is al buitenlander. Dat is op zich heel goed, denk ik, want veel Nederlanders willen ook graag in het buitenland een promotieonderzoek doen of een master doen. Die internationalisering is denk ik heel verstandig, zeker voor Nederland. Ik had wat zelf al van oorsprong al sterk op het buitenland gericht zijn. Nou, maar het betekent ook dat we in onze onderwijsvorming ons ook moeten richten op de dingen die in het buitenland gebeuren. We niet helemaal losstaan van wat daar plaatsvindt op onze eigen gang gaan. In de conclusies die wij trokken, we hebben uiteindelijk gezegd, we gaan een aantal actielijnen zoeken. Daarin hebben we begonnen met een aantal uitgangspunten. Het moet een gezamenlijke aanpak zijn, er moet een proactief handel in zitten, er moet een brede scope zijn en het moet overkoepelend. Nou, het is heel erg algemeen, maar de doelstelling is en blijft van het hele masterplan om minstens 40.000 extra mensen afgestudeerd te krijgen door alle richtingen heen. En daardoor zijn we naar de hele keten gaan kijken. En daar is het volgende plaatje eigenlijk van belangrijk. De hele keten van primair onderwijs, VO, MBO, HBO, naar en uiteindelijk post-institutioneel onderwijs. We hebben van elk van die stappen analyses gemaakt van hoe is de instroom en de uitstroom, waar zitten de problemen. Nou, dan kom je eigenlijk tot de conclusie wat ik al eerder noemde, dat bij het HBO en het WO de instroom aan het stijgen is, dat het langzaam beter gaat. Overigens, daar speelt ook een imagoprobleem gek genoeg nog een rol. Toen een jaar of 3-4 geleden Delft en Leiden de chemieopleiding fuseerden met elkaar. En het heette daarvoor chemie en chemische technologie in Delft en chemie in Leiden. En ze hebben het toen genoemd Sustainable Molecular Science, in die gecombineerde opleiding. En ik vraag wat er gebeurt, het aantal studenten verdrievoudigde. Gewoon door die naam. We hebben gisteren in Radboud met mensen gesproken. En ik zei, nou, misschien zou je er verstandig aan doen om in plaats van chemie de opleiding chemistry te noemen. Ja, het klinkt onbenullig, maar dit soort dingen heeft effect. In Amerika, de Chemical Manufacturing Association, heeft zich hernoemd naar American Chemistry Society. En de imago van de hele chemie is daar, onder andere daardoor, met inclusief een campagne enorm verbeterd. Techniek heeft dus ook een slecht imago op een flink aantal gebieden. En daar zullen we ook, als mensen met technische achtergrond, goed over na moeten denken over hoe creëren we een beeld dat die technische opleiding, hoe je het bent verkeerd, allemaal bijdragen aan het oplossen van heel reële maatschappelijke problemen. Of het nou de gezondheidsproblematiek in de wereld is, of het nou de waterproblematiek, of de energieproblematiek, voeding vragen, dan heb je voor al die dingen, wetenschap en werkopleidingen nodig. Nou, deze hele analyse hebben we gemaakt en op basis daarvan hebben we op een aantal van die punten, ze zijn die aangegeven, 1 tot en met 7, een aantal aanbevelingen gedaan, nogmaals rond een aantal speerpunten. En die speerpunten, dat zijn de volgende 4. Even kijken hoe ik tijd zit. Zorgen voor een grotere instroom van gediplomeerd beter en technologietalent in de topsectoren. Nou, dat is voor ons topsectoren van deze belang, dus we hebben ons ook wel echt gericht op die opleidingen die gerelateerd zijn aan de topsectoren. Continue afstemming onderwijs-arbeidsmarkt en daar zitten dus die Centers of Excellence en Centers voor Innovatief Vakmanschap. Blijven binden en boeien de ontwikkeling van de technische beroepsbevolking. Daar zit een heel erg promotie-aspect in. JetNet speelt daar een rol, maar we willen ook nu JetNet uit gaan breiden naar JetNet Junior. Dat wil zeggen voor de relatie liggen tussen het basisonderwijs en het bedrijfsleven. En dan vergroot het internationaal perspectief op de arbeidsmarkt voor de topsectoren. Wat hier ook in speelt, dat we als topsectoren ook wel inzien dat je ook je sterk moet gaan richten op mensen uit het buitenland naar binnenland halen. De studies, de beurzen geven en er dan voor zorgen dat ze binnen de Nederlandse bedrijven hun kans ook hebben en krijgen. En dat op zich gebeurt al, door de nood gedwongen, maar
niet gestructureerd in de zin dat er per sector heel goed gekeken wordt hoe dat, kan, hoe dat ook aan de ene kant dus het onderwijs kan helpen om een grotere internationalisering te hebben en anderzijds het bedrijfsleven kan helpen. Nou, die speerpunten, daar hebben we allemaal activiteiten rond ontwikkeld. Ik ga er niet allemaal mee doorheen nemen. Maar het is een heel rijtje plat. De presentatie hierachter, die zit op de machine, dus die kunt u gewoon verdelen. Maar het concept van vakcolleges wordt verder uitgerold. De TechMavo. VMBO heeft een groot probleem met het feit dat er eigenlijk een grote hoop van mensen bij elkaar gegooid is. De oude technische opleidingen zijn verweven in wat nu heet VMBO techniek en VMBO theoretisch. En daar is een natuurlijke neiging van iedereen, inclusief de ouders, om iedereen door de theoretische leergang, dus de oude MAVO, heen te sturen. De techniek en het doen en het ontwerpen degraderen. Nou, hoe krijg je die trots weer terug dat dat iets moois is? En dat moet, daarvan zijn we tot de conclusie gekomen, dat moet beginnen bij het basisonderwijs. Dat niet, die erop gericht moet zijn, dat niet alles maar gericht is op cognitief leren, maar ook gericht moet zijn op het kunnen ontwerpen, dingen maken met je handen, dat dat, als het voor een mens even waardevol is, dan wanneer je heel goed kunt rekenen en schrijven. Nou, we weten zelf op dit moment ook al dat daar al een probleem zit, met rekenen en schrijven. Dat ligt al primair bij de docenten, die vaak niet eens kunnen, of soms moet ik zeggen, niet eens goed kunnen rekenen en schrijven. De constatering is ook dat in Nederland het PABO-onderwijs behoorlijk leidt. Een behoorlijk probleem heeft. En er zullen ook hogere eisen gesteld moeten gaan worden aan het PABO-onderwijs. En er zal meer wetenschappelijke techniek moeten komen. Ik ga niet al die dingen doorlopen, speerpunten, want dat is maakt het uitgebreid. We hebben een kleine stuurgroep gevormd die dat nu aanstuurt. Met 3 DG's van OCMW, van EZ en van Sociale Zaken. Met een programmabureau wat verbergtechniek doet. En de taakgroepen die allerlei zaken uitwerken. Maar gelukkig is er de huidige regering heeft gezegd, wat jullie aan het doen zijn, willen we eigenlijk versneld. Veel sneller doorvoeren. Die hebben een techniekpak voorgesteld. Ze willen dus een versnelling, middels dat techniekpak. Dat moet een doelpak worden. En in mei wordt het nu gekoppeld met een aantal harde afspraken tussen overheid, kennisinstelling en bedrijfsleven op allerlei niveaus. Om de zaken echt nu op gang te krijgen. En als het ware een goede sliepen te geven aan een aantal van die zaken. Daar speelt overigens wel bij dat de uitrol daarvan heel veel regionaal moet gebeuren. Dat kun je bijna niet met landen doen. Dat heeft ook te maken met de grote vrijheid van onderwijs die er is in Nederland. Bijvoorbeeld al bij primair onderwijs. Wat ik niet wist door de centrum is dat het primair onderwijs zo vrij is dat men wordt getoetst aan 52 kerndoelen. Ik weet niet of wie ze kent. Er zijn 52 kerndoelen voor het primair onderwijs. En daar moeten ze allemaal wat aan gedaan hebben op een of andere manier. Hoeveel en hoe is niet hard toetsbaar. En daar is een grote mate van vrijheid. En als je daar maar op enigszins wat dirigerend als Rijksoverheid wil weer optreden, dan breekt de hel los. Zoals recentelijk nu met de staatssecretaris, die vindt dat er misschien een standaard Unie-CITO-toets moet komen, zodat we een beetje een gelijkvormige standaardisering hebben. Nou, u ziet wat daarvoor een rel over aan het losbarsten is. De inhoudelijke lijnen van het techniekpak zijn meer aandacht voor beter techniek in het primair onderwijs en het vormend onderwijs. Ik noemde dat al. We gaan dus pleiten voor dat het SLO een leergang ontwikkelt voor wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Daar is de SLO intussen al mee begonnen. Die hebben begrepen dat dat ook de steun krijgt van het ministerie, dus die zijn al mee begonnen. En dan zouden we daar in het jaar 2014-15 in de gang kunnen gaan. Een hoger instroom van beroepsopleidingen via publiek-private samenwerking, dus die CIFs en die COE's zullen we veel harder nog moeten benadrukken. En dan de arbeidsmarkt moet ook verhogen door de zijstroom en het behoud van personeel. Dus de uitstroom tegengaan, betere condities creëren, informatie geven voor de mensen wat de toekomstmogelijkheden zijn. Fundamenteel ligt eigenlijk hier aan ten grondslag dat we in Nederland naar een cultuur toe moeten waarin het doen van een beta-studie, die moeilijker geacht wordt dan andere studies, op elk niveau dan ook, uiteindelijk in een onzekere toekomst meer flexibiliteit geeft op arbeid dan wanneer je een meer
sociale of agogische-achtige opleiding doet. Dat is eigenlijk de kern van de hele brein. Hoe krijg je die cultuurverandering erdoor? En daar is met een aantal acties van de overheid, maar ook de heel sterke betrokkenheid van mensen in het regionaal niveau, dus bedrijven, kennisinstellingen en uiteindelijk ouders, is van belang dat we daarin in doorgaan. Nou, als onderdeel van een techniekpad komt er dus ook een wetenschappelijke studie van KNW, voorgezet door Hans Klevers. En die onderbouwt waarom het essentieel is dat we inderdaad in het primair onderwijs veel meer aan wetenschap en techniek gaan doen. Dat is eigenlijk zijn kort de acties waar we op dit moment mee lopen en waar we in mei gaan uitrollen. Maar hopelijk in deze periode na die hele gang die er nu al is van verbetering in met name VWO en HBO, WO, dat die zich door zal zetten ook in het VMBO en het MBO onderwijs. En wat ben belaten. Ja? Dankjewel. Ik had één vraag. Ja, dat mag. Twee minuten. Twee ook nog? Ik had één vraag, misschien nog één vraag vanuit de zaal. Wil ik nog vragen om de presentatie vast te zetten. Dat is hartstikke mooi verhaal. En we hebben hier een aantal science centra en techniekmusea in de zaal zitten. We hebben het over het bedrijfsleven, we hebben het over de overheid en we hebben het over het onderwijs. Ja. Wat kan een dergelijke instantie als een museum toevoegen? Ik hou eigenlijk maar zeggen, want ik ben niet meer dat onderzoek, dat die verkenning voor primair onderwijs en wetenschap en techniek, hebben dus een aantal lange termijn doelen in staan om A, het leerplan te ontwikkelen voor het primair onderwijs en anderzijds om veranderingen door te voeren in het pabo-onderwijs, om daar de kennisopbouw van wetenschap en techniek echt te vergroten en daar meer eisen aan te stellen. Zoals je weet is het in Finland zo dat als je voor de basisschool staat, dan moet je een universiteitsopleiding hebben. Nou, daar zijn we nog ver van weg in Nederland. Maar omdat al dit soort veranderingen neemt 5 tot 10 jaar, hebben we ook, en ik heb er heel veel moeten vechten, maar want mensen van Pad van Berg en ik en een aantal om me heen die vinden dat maar een beetje eng. Ik heb ook gezegd, we hebben veel initiatieven in het land op het ogenblik, rond de Science Centra, NEMO, Ontdekhoek, Bert Nagelgapi gaat zo spreken. Dit soort initiatieven zijn er. Dat covert minder dan de helft van de basisscholen in Nederland op het ogenblik. Een aanbeveling komt er om die initiatieven daar toch een aantal minimum eisen aan te stellen. En de scholen te verplichten om het geld wat er op dit moment gedoteerd is. Er is namelijk 18 miljoen voor basisscholen gedoteerd. Dat is niet een geweldig groot bedrag, maar het is wel genoeg om een aantal van dit soort initiatieven te doen per basisschool. Om dat verplicht te gebruiken voor of 3 keer per jaar met de klas een bezoek aan science centers. En of een techniekcoach voor aan te stellen. Nu gaat dat geld, dat is geld wat specifiek gebruikt moet worden, wordt niet gebruikt, wordt niet getoetst en gecheckt of ze het specifiek hiervoor gebruiken. Minister van Bijsterveld heeft vorig jaar daar specifiek geld voor toegekend. Nou, dat gaat nu in de grote pot bij al die scholen en dat verdedigen ze voor andere leuke dingen. Dat het verplicht en ook getoetst gebruikt moet worden voor of bezoeken aan science centers, waarvan ik vind dat ze zeker de komende 10 jaar een enorme rol moeten blijven spelen. In de hele verhaal. Dus ja, dat is mijn antwoord op de vraag. Dat gaat daarin komen. Ik heb daar woorden wat weerstand over, want ja, kun je het verplicht stellen en dit en dat. Ik zeg, probeer maar. En vanuit het ministerie heb ik daar gelukkig steun voor dat die verplichtstelling, dat die best wel eens kunnen aanscheppen. Ja? Mag ik nog één vraag stellen? Ja. Eigenlijk naar aanleiding van de SOO die dan bezig is met zo'n leerlijn, is dat dan beta en techniek of is het beta en technologie? Het is wetenschap en technologie. Het is wetenschap en techniek, zoals het nu heet. En gaan ze duidelijk maken dat het moet wel breder wetenschap en technologie zijn. Maar daar zit in, we hebben Juliette Hamers, die hoogleraar wordt in Twente, op het gebied van educatie en vorming in techniek. En die pleit ook heel sterk voor dat het primair onderwijs de aandacht is voor het leren ontwerpen. Dus doen, dat weer waardering gaat krijgen. En dat is anders dan puur beta onderwijs, maar heeft ook te maken met het feit dat je niet alle aandacht gericht moet krijgen op cognitieve aspecten van leren, leren, leren en dan kom je verder. Nee, er zijn ook
mensen die heel veel verkopen door niet hun geheugen te gebruiken voor allerlei dingen, maar hun vermogen om te kunnen ontwerpen en te doen te gebruiken. Nou, hoe ontwikkel je die aspecten? En hoe laat je, dat is eigenlijk de uitdaging die we ook in de CITO-organisatie gesteld hebben, kun je een CITO-toets inrichten die niet alleen maar positief-negatief waardeert voor je kunt door naar een hogere opleiding, zoals het gezien wordt. Het is al vreemd dat we dat zeggen, hogere opleiding, want in mijn belevingswereld is niemand hoger dan een ander als mens. We zijn anders en we hebben andere mogelijkheden gekregen van de schepper. Maar kun je een CITO-toets maken die andere aspecten in de ontwikkeling van het kind ook waardeert en tegen ouders kan zeggen, maar daar zijn ze goed in. In plaats van alleen maar te zeggen, daar zijn ze niet goed in en ze zijn alleen maar goed in het cognitieve. Ja. En daar was de CITO-organisatie bereid om zich daar aan die uitdaging aan te gaan. Ik denk altijd dat, natuurlijk, ik denk dat iedereen die je dit onderschrijft, dat het belangrijk is dat Science Centra en wetenschapsmusea een rol spelen aan dat proces. Jij gaf het in het begin ook al aan in je presentatie, dat VMBO en dat bedrijfsleven, daar zit toch nog wel een issue. En ik kan me voorstellen dat de overheid of de techniekpact of wie dat dan ook moet doen, ook op dat punt extra aandacht besteedt. Zodat het bedrijfsleven zich realiseert dat die moet samenwerken met Science Centra en wetenschapsmusea aan de ene kant en het onderwijs aan de andere kant. Want natuurlijk, jij refereerde er ook al aan, het VMBO heeft een slechte naam. Er stond enige tijd geleden een stuk in de krant waarin gewoon ouders zeggen, hij mag alles, maar hij mag nooit naar het VMBO. Ja, dat is natuurlijk te gek. En dan kan je wel zeggen van ja, we veranderen techniek in technologie, ja. Maar daar is dat. Ik zie je gezicht niet tussen. Want je staat er. Ik weet het, dat soort dingen moeten we doen, maar ik pleit er echt voor om ook richting het bedrijfsleven echt aan te geven van jongens, ga in die samenwerking met de Science Center, met de VSC, praat met die VMBO's, want het is zo ontzettend jammer om heel veel te investeren in kinderen op het PO, ze het idee te geven dat loodgieter ook een mooi beroep is, roep ik altijd maar, en dat ze dan terechtkomen in een situatie waarvan hun hele omgeving zegt van jongens, maar daar wil je niet naartoe hoor. En dat is toch. Dat is inderdaad de reden die regionale uitrol is er inderdaad op gericht om die connecties tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, dus in dit geval VMBO en MBO, om die aanzienlijk te versterken. Maar het zou goed zijn om, als dat kan, om die koppeling tussen een verplicht bezoek aan een science center of aan een museum. Ja. Te koppelen aan een beetje Jetnet-achtige constructie, ja, inderdaad. We gaan het koppelen aan een Jetnet zegt, Junior, ja. voor het primair onderwijs. Goed, ik ga het. Mensen, ik wens je een goede dag. Dankjewel. Dat ziet ze. U zit hier. Hashtag 4 op 10, als u wilt weten, dat kan allemaal. Hashtag 4 op 10 gebruiken wij voor de hele reeks. Want we zijn afgelopen januari, vorig jaar januari eigenlijk hiermee gestart. Deel 5 zit er ook alweer aan te komen. Dat gaat over het onderwijs, leidt dat op voor de regio. En dat gaan we doen in de Brainport regio. En rondom Eindhoven gaan we grootschalig onderzoek uitvoeren. Maar dat doet er op zich niet toe, voor dit moment. Marjelle, ik zou jou graag het woord willen geven vanuit de vereniging van de Science Centra en Techniekmusea. Morgen is de dag van de ingenieur en dan hebben wij een diner in het Hoogovensmuseum. En volgens mij zijn die nog geen lid. Die zijn nog geen lid. Het is schande. Dus wie daar. Ik kan zelf helaas niet gaan werven. Dus misschien dat jij namens. Het is misschien goed om te zeggen, het is inderdaad een beetje. Het zijn Science Centra, lijkt haast de gebruikelijke weg om daarmee samen te werken. Maar het zijn ook allemaal wetenschapsmusea, techniekmusea en andere plekken waar techniek en wetenschapseducatie de boventoon voert. Inderdaad, de spelerij wordt al genoemd. Vanuit de VSC zitten hier veel leden. Zijn het dus allemaal plekken waar wetenschapseducatie de boventoon voert. En dat kunnen ook ongewonere musea zijn, waar je helemaal misschien niet meteen aan denkt. Ik krijg straks een mooi voorbeeld van het Saans Museum.
Waar techniek ook een belangrijk onderwerp is. En met hele goede contacten naar het primair onderwijs, voortgezet onderwijs. En soms hele korte lijnen, terwijl er van andere dingen hele lange lijnen zijn. Nou, ik heb even nagedacht van wat zou ik nou kunnen bijdragen aan deze discussie. Want het is eigenlijk een hele moeilijke vraag. Wat altijd een beetje speelt bij musea, er werd ook net ook al gezegd van kun je dingen verplicht stellen, een bezoek verplicht stellen aan een science center of een techniekmuseum. Wij zitten natuurlijk voor een groot deel ook in de vrije tijdsector. Werd al aangegeven, ouders zijn heel belangrijk in de keuze die kinderen maken. Zo'n ouder zegt, maar je gaat niet naar het VMBO, je wordt geen loodgieter. Wij krijgen ouders en kinderen binnen. Dus dat gesprek over wat zou ik kunnen worden, wat zijn interessante beroepen. Maar vooral ook ouders die zien wat hun kind leuk vindt, waar hun kind bij gedijt, waar een kind heel enthousiast van wordt. Dat is echt een groep die wij binnenkrijgen en dat is echt iets bijzonders ten opzichte van andere programma's die er zijn. Dus dat is een focus waar we ook vanuit de vereniging heel erg naar kijken. Nou, waar ik verder naar gezocht heb van wat is nou een issue, wat eigenlijk door Rijn Willems ook al steeds werd aangegeven, wat heel erg speelt binnen wetenschapsmusea. Kijk, dit is een beetje een beeld van science centra een tijd geleden. Wat je ziet, er zijn er veel, met heel veel. Wij zijn natuurlijk bekend, staan wij om exhibits. Waarschijnlijk ook exhibits die je op heel veel verschillende plekken kan zien. Dit is zo'n Benoni blower, waar je dus met die... dat is ook een interessante... goed dat we geregistreerd zijn. Waar je de bal heel lang boven een soort blazer kan houden. Je ziet vooral kleine kinderen die spelen. Dat is eigenlijk ook het effect van heel veel van die exhibits, spelen. Spelen is op zich helemaal niet mis mee. Kan je ook een hele tijd blijven doen. Maar wanneer wordt dit een moment in het keuzeproces om een studie te gaan doen op het gebied van technologie? Wat maakt daar nou een verschil? En wat een van de dingen is, ik kreeg een tip. Jan Willem kan mij misschien helpen met de naam. Van de spreker die pas bij NEMO te zien was, bij een symposium of een discussie die ook over techniekpact ging, volgens mij. Jannis, en dan de achternaam, weet je dat? Ik zal eens kijken. Het is Jannis Miaolis, maar ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dus het is eigenlijk. Dus waarschijnlijk niemand die weet hoe je dat eigenlijk doet. Nee, okay, dus is aardig, hij is van het Boston Museum of Science. Ja. En ik was zelf niet bij de bijeenkomst, maar kreeg een tip van zoek eens op wat hij vertelt. Hij is vanuit het Boston Museum of Science, is daar op een gegeven moment begonnen met nadenken over hoe komt het nu dat heel erg veel kinderen switchen van een technische studie naar een andere studie die voor hen zelf meer waarde heeft. Waar zit hem nou het probleem? Waarom begin je met wiskunde bijvoorbeeld, of met een echte beta-studie, en ga je dan toch uiteindelijk naar iets anders? En wat hij aangaf, was eigenlijk iets waarvan ik dacht, van dat zat ook heel erg in het verhaal van Rijn Willems. We missen vaak een stuk in tentoonstellingen en in presentaties en in science center. En dat is een beetje die exhibit kant. Wat hij aangaf, science is hartstikke leuk en grappig, al die fenomenen, al dat soort principes. En op een gegeven moment ga je dat spelen voorbij en dan heb je iets anders nodig. En wat je dan nodig hebt is relevantie. Er moet een verhaal komen over waarom het relevant is voor jouzelf. Want dan blijft dat balletje rollen, dan wil je ermee doorgaan, dan wil je er een studie in doen wanneer het gaat over... dingen die jou aan het hart gaan, dingen die jij wil oplossen bijvoorbeeld. Vraagstuk als je kijkt naar de wetenschapsagenda van de KNW. En wat hij zegt, technologie is een essentiële factor om veel meer in die presentaties in musea te doen. En ook in projecten. Technologie, hij zegt, als je kijkt, 98% van de dingen om ons heen is bedacht door mensen. Maar daar gaat het heel vaak niet over. Ook die eerste vakken, de eerste projecten gaan vaak over principes zoals zwaartekracht. Maar niet over dat technologie-idee. Wat is er nou allemaal gedaan met die zwaartekracht? Wat kan je daarmee? Hoe kan je dat toepassen? En dat is iets wat hij heel erg bepleit, om dat veel meer in projecten te doen. Eenzelfde discussie
kwam ik tegen eigenlijk met de relevantie van science centers en wetenschapstentoonstellingen. Dat heel veel wetenschapsonderwerpen zijn cool. Waarschijnlijk kinderen vinden het wel cool, maar het is heel erg abstract. En je hebt context nodig. Je hebt plekken nodig waar je ook ziet wat het kan betekenen. En dit is iets wat al veel meer ingezet is door science centra en door wetenschapsmusea. Het gebeurt al op heel veel plekken. En dan vergroot je ook die impact en hou je kinderen waarschijnlijk veel meer betrokken bij die studies. Dus dat is een van de dingen waarvan ik dacht van ja, daar zouden we gewoon iets meer mee moeten doen. En een ander perspectief was eigenlijk dit perspectief. Rolmodellen, daar horen we straks ook nog iets over. Van hoe kun je dicht bij mensen komen? My neighbor invented that. Bij het bijvoorbeeld Science Center Delft. Als je ziet hoe daar gespeeld wordt, ook met rolmodellen. En als je de feedback van schoolgroepen ziet over coole studenten die ze hebben gezien. Die echt zorgen dat ze denken van, oh, daar wil ik wel bij horen. Dus eigenlijk die kant en ook daarna de dimensie over wereldproblemen. Want kinderen zijn echt wel bezig met die kant ook. Van, je ziet het aan heel veel programma's, First Lego League, alles waar een soort creatieve dimensie zit van los een probleem op over energie, over al dat soort dingen. Dus die relevantie moet veel sterker worden volgens mij bij die wetenschapsmusea en techniek en technologiemusea. Dus er waren ook een aantal vragen waarvan ik hoop dat we ze in de discussie vanuit hier ook niet krijgen. Of we niet te laat beginnen met relevante onderwerpen. Je ziet nu heel vaak dat aan die eerste primair onderwijs het heel erg veel over fenomenen gaat. Moeten we het niet meteen heel anders aanpakken? Hoe ver moeten wij gaan als wetenschapsmusea en science centra in onze programmering? We zaten niet bij dat schema. Als je zag van wat allemaal invloedsfactoren zijn, daar worden wij niet in genoemd. We zijn vrije instituten, wij kunnen eigenlijk doen wat we willen. Maar hoe ver willen wij gaan daarin? En moeten we eigenlijk wel tentoonstellingen maken? Kunnen die dit bereiken? Wat eigenlijk ook geschetst wordt door Jannes, van die relevantie veel groter maken. Dus dat waren gewoon een aantal gedachten waarvan ik had van, nou, misschien kunnen we naar de twee, als Bert zo komt, naar de twee presentaties van de musea of de discussie ook een beetje daarover over hebben. Dus dat was mijn verhaal. Zijn er vragen naar aanleiding van dit verhaal? Of duidelijk? Maar het is inderdaad wel goed om dat wellicht mee te nemen in het vervolg. Maar ik zelf nog ben door getriggerd. Ik kon een keer een gesprek gevoerd met de techniekdirecteur van de Hogeschool Zuid. En die zei van, ik ga naar de steenkolenmijn met mijn kinderen. Die waren 4 en 6. En die legden ze allemaal dingen over techniek uit. En hij gaf mij ook aan, zeg van, het gaat, wat jij noemt, over relevantie. Jij noemde dat meer zingeving. Maar hij gaf, zeg maar, zin aan het bestaan. Waarom zijn die technieken er überhaupt? En waarom zijn die code überhaupt gewonnen uit de grond? En wat konden wij ermee? Dus veel meer de brug slaan tussen techniek en inderdaad de relevantie van waar kun je het allemaal voor gebruiken eigenlijk? Dus dat volgens mij dat vond ik wel een aardige. En de andere voor mij was kinderen dromen. Ja. Eigenlijk, wij dromen eigenlijk bijna niet meer. Althans, wij hebben nog meer. Misschien spreek ik voor mezelf. Wij hebben nog meer. Overdag dromen niet meer. En die kinderen die dromen nog steeds over die wereld verbeteren. Ja. En nou ja, wij zitten wel terug in de realiteit van gewoon, nou, ik heb het wel een beetje gehad. Ja. Maar dat merk je in ieder geval wel. En dat vind ik wel een aardig aan het verhaal. Anyway. Eva? Ik zou jou willen uitnodigen om vanuit het Zaans Museum een mooi praktisch voorbeeld toe te lichten. Ik hoop dat dat gaat lukken. En dan hoop ik dat ondertussen onze volgende spreker ook arriveert. En anders gaan we vrolijk verder gewoon met onder andere de relevantie en dromen en allerlei andere zaken die spreken. Eva. Dankjewel voor de uitnodiging, Marielle, om hier... wil ik jullie een best practice laten zien, dus iets over waar we het vandaag over hebben.
Mijn naam is Eva Rijs, ik werk op de educatieve afdeling van het Zaans Museum. En nu zullen jullie waarschijnlijk wel denken, het Zaans Museum, wat heeft dat met techniek te maken? Dus dat wilde ik jullie even een klein beetje daarin inleiden. Hier ligt het Zaans Museum, helemaal achterin. Dit is de Zaanse Schans, die is 50 jaar geleden hier neergezet. Vaak denken mensen dat het originele oude huisje, en dat klopt. Maar die zijn uit de hele Zaanstreek gehaald om te laten zien hoe de Zaanse houtbouw, hoe mooi die is en om dat te conserveren. Het museum staat hierachter. En dat staat er sinds 1998 uit mijn hoofd. Ja. Dit is ongeveer de grootte van de Zaanstreek, die is echt best wel groot. Ik werk er nu pas 4 jaar en ik heb me altijd verbaasd over de enorme omtrek, zeg maar. Deze rode cirkel is ongeveer zo groot als de ring van Amsterdam. Dus je moet je voorstellen hoe wijd verspreid het is, zeg maar. Dat om een idee te geven. Dit vind ik altijd een hele mooie foto om Zaandam en de Zaanstreek uit te leggen. De Zaanstreek is één groot België, noem ik het altijd. Alles staat door elkaar, voor elkaar, in elkaar. Het is een beetje een zootje. Maar ik vind dat ook een soort charme hebben. Je ziet hier bijvoorbeeld de oude verkadefabriek. Die staat gewoon helemaal tussen allerlei gebouwen in. Woninkjes, stukken die leeg zijn, die gesloopt zijn, waar iets misschien gaat komen, waar iets ook misschien niet gaat komen. Nieuwe gedeeltes, Intel Hotel, heb jullie misschien wel van gehoord. Nieuwe Zaanse stadhuis. Achterin zie je de Nuon, de verbrandingsoven van Amsterdam. Dus het ligt echt aan de rand. Een heel erg industrieel gebied. Er werden hier dan ook ontzettend veel voedsel wordt hier geproduceerd. Ik weet niet of jullie dat een beetje weten, maar de Zaanstreek wordt de provisiekast van Nederland genoemd. Er wordt onder andere, een grote naam als Verkade komt er vandaan. Albert Heijn, Simon de Wit, Honig, Duivis, Westzaanen, Lassie, allemaal daar hoofdkantoor. De Zaanstreek is nog steeds een van de grootste overslagcentra voor cacao in Nederland. Echt ontzettend veel geproduceerd. Vandaar ook dat de Zaanstreek zijn naam, of eigenlijk hun credo heeft als Zaanstreek is first in food. Zo willen ze zich, of hebben ze zich een tijd heel erg gepromoot. Dan gaan we nu naar het museum. Een aantal jaar geleden heeft het museum een aparte soort gebouw erbij gekregen, waarin de hele collectie van de familie van Verkade, het hele Verkade-imperium zeg maar, bij ons in het museum is gekomen. En je kunt daar dus heel goed zien hoe de ontwikkelingen zijn geweest van één bepaald bedrijf. Vanaf dat ze gestart zijn, tot en met dat ze overgenomen zijn door de United Biscuits, namelijk nu, zeg maar. Dus je ziet heel goed een hele tijdslijn. Het is ook een van de grootste bestaande bedrijfscollecties die getoond wordt in een museum. En vandaar ook, dit is wel een mooie brug naar Food is Magic. Wij kregen heel veel aandacht toen vanwege de opening van het Verkadepaviljoen. En er was in die tijd in de Zaanstreek een speciaal opgericht techniekcentrum. Dat heette, even kijken, techniek, hoe het precies heette. Techniekcentrum Noord-Holland Noord was dat. Pardon, ik moet even opzoeken. En zij hadden de vraag gesteld, of zij vonden het zo'n mooi idee om zoiets op te zetten, van wij zouden wel eigenlijk iets meer willen doen met techniek en voeding in jullie museum. En onze directeur was daar ook erg van te spreken, dus vandaar dat
er een nieuw initiatief werd geboren. En dat initiatief heette First in Food, of dat was aan First in Food gekoppeld. En dat is dossier Duivis geworden. En dossier Duivis is een opstelling geworden in het museum, waar 5 verschillende werkplekken staan. En kinderen kunnen daar digitale spellen spelen. Die gaan over een beroep in de duivisfabriek. Dat is ontwikkeld om kinderen vanaf groep 8, 7, 8. Maar ook het VMBO en het HAVO. Die voor keuzemomenten in hun eigen loopbaan, zeg maar. Wat voor vakken ga ik kiezen? Naar wat voor soort school ga ik? Ga ik een technisch beroep doen? Ben ik juist heel creatief? Dus het keuzeogenblik, daarop is dit ontwikkeld. Om hen via spellen eigen competenties te laten ervaren. Waar ben ik goed in? En zij worden dus, als ze die spellen spelen, worden hun beslissingen gewogen, gemeten, gewaardeerd hoe ze dingen doen. En zij leren zo ook het bedrijf vanuit binnen zien. Het wordt gespeeld vanuit verschillende beroepen. En dat zal ik zo laten zien. Kijk hoor. Even aannemen doen. Wat denk je? Zou jij een fabriek kunnen ontwerpen? Ontdek het zelf. Zoals je het thuis in de keuken maakt. En de afdeling waar ik werk bedenkt hoe je het in het groot kan maken. Plannen is een beetje zoals het oplossen van een hele moeilijke puzzel. Kijk, hier doe ik het allemaal voor. De planning. Maandag ontvang ik het supplyplan. Alle orders van alle markten bij elkaar verzameld. Albert Heijn en C1000. En dan zorg ik ervoor dat er zo'n goed mogelijk productieplan komt te liggen. Ik ben operator. Dat houdt in dat ik aan een pindalijn sta of aan een coated lijn. En dan hou ik de temperatuur van de oven in de gaten. Ik kijk of ze er goed uitkomen, of de kleur goed is, of de smaak ervan goed is. En zodat het zo de winkel in kan. Wat wij doen, wij controleren de bakovens op vrij vetzuurgehalte. Wij controleren de noten op smaakafwijking. Als er problemen zijn, dan worden wij er ook bij geroepen. Bijvoorbeeld, er is een mail stort geweest en ze weten niet precies welke mail ze hebben gestort. Dan gaan wij uitzoeken welke mail het geweest kan zijn. Ik ben acteur en ik ben verpakkingsontwerper. Een verpakkingsontwerper maakt verpakkingen, geeft ze een bepaalde kleur mee, bepaalde plaatjes mee. Moet wel leuk zijn. Je moet veel rekening houden als je ontwerpt. De UAC-code, hoeveel er eigenlijk in zit. Dus dat is een gram of een milliliter. En die stevenschool is natuurlijk sowieso belangrijk. Anders kunnen ze bij de supermarkt niet die producten scannen. En nu ben jij aan de beurt. Laat maar eens zien. Nou, nu hebben jullie een beetje een idee. Dit is de trailer geweest. Die is gemaakt in samenwerking met IJsfontein. IJsfontein is een bedrijfje wat heel goed is in het ontwerpen van digitale spellen. En dan vooral serious games. Dus zij ontwerpen die. Die hadden wij in het Verkadepaviljoen al, hadden we daar al mee samengewerkt. Dus die kenden we al. Dus het was makkelijk om
hen te vragen om dit te ontwerpen. Ik wilde jullie een paar van de spellen, of twee denk ik ongeveer qua tijd, eventjes laten zien. Dus echt heel gedetailleerd. De mensen die je net zag zijn ook werkelijk de mensen die het beroep uitoefenen wat in die duifjesfabriek wat ze doen. Dus de operator die je net zag is ook echt de operator van de duifjesfabriek. Wat kinderen ontzettend aanspreekt. Dat is, ze gaan, nou ik zag jullie net ook al even lachen om de verschillende personen die heel persoonlijk ook je aanspreken op wat voor beroep zij uitoefenen. En ik denk dat dat een heel erg grote kracht is van dit soort spellen. Bij ons in het museum wordt een klas van 30 kinderen ontvangen. Die worden in tweeën gedeeld. De helft speelt de spellen digitaal en de andere helft krijgt analoge opdrachtjes. Dat zijn kleine puzzels maken die ook iets te maken hebben met het beroep. Ik wilde jullie één van deze filmpjes eventjes laten zien. Zoals het werkt, het spel. Hoe oud zijn de kinderen die komen? Ik had net al verteld dat de groep 7-8 staat voor een keuzemoment in hun carrière, zeg maar. Dus zij kunnen komen. Maar die spellen zijn best wel moeilijk af en toe om te spelen. Dus het zijn ook 2-3 HAVO. Daar mikken we ook op. En de VMBO-klasse 2-3 VMBO die ook een richting moeten gaan kiezen. Zodat zij voor zichzelf kunnen bedenken, waar ben ik goed in? Want daar gaan de spellen over. Ja. Hey, daar ben je. Ik ben operator. Dat houdt in dat ik aan de pindalijn sta of aan de coated lijn. En dan hou ik de temperatuur van. Kun jij nu eentje een hele fabriek besturen? Test jezelf onder de operator test. Het is maandagochtend. De fabriek moet worden opgestart en er moet vandaag 10.000 kilo borrelnoten worden gemaakt. Dat is echt iets voor jou. Kijk, met de aanvoer van de nootjes bewaar je de basissnelheid van de fabriek. De nootjes gaan direct naar de dagfirma. Daar krijgen ze een deeg klaar. Deeg met jezelf in de deegmixer. Hier op de muur staat de verhouding tussen vocht en meel die je altijd moet aanhouden. Hoeveel deeg je moet maken hangt af van de snelheid van de lopende band. Bij te veel deeg worden de nootjes te dik en gaan ze klonteren. Gelukkig kun je dat zien op de deegmeter. Na het rageren gaan de nootjes in de oven. Zet hem op tijd aan en zorg zelf dat hij de goede temperatuur houdt. Hoe snel de nootjes erover gaan, stel je in de bak bij. Jij moet zorgen dat de nootjes gebrand worden, maar niet verbrand. Oké, je opdracht is, produceer zoveel mogelijk nootjes en zo min mogelijk afval.
goede vraag. We hebben twee standen in het museum. We hebben een soort automatische sleutel. Hij staat normaal op publiek gebruik. Dat betekent dat het spel uit mijn hoofd 4 minuten duurt. Dat is heel erg snel. Je redt het bijna niet om al die informatie die je moet verwerken en toepassen om dat in één keer te doen. Sommige spellen juist wel, andere spellen niet. Als we een schoolgroep hebben, kunnen we de stand wisselen, zodat alle kinderen 10 minuten voor een spel hebben. Zodat ze iets langer de tijd hebben om erachter te komen hoe het werkt en hoe ze goed moeten produceren. En zijn ze dan ook 10 minuten bezig? Zeker. Helemaal zwaar gefocust. Je hoort niks meer, ze zijn helemaal dit. Ja, het is echt mooi om te zien. Aan het eind, even kijken hoor, dat kan ik nog even laten zien. Krijg je een uitslag? En wat zie jij jezelf al in de vertoonstelling? Daarin worden een aantal dingen waar je goed in bent, worden je gegeven. Zij krijgen ook een soort dossier mee, waarmee zij hun gegevens moeten invullen. Waardoor ze aan het eind kunnen bekijken van welk beroep is voor mij het meest geschikt. Dus ben ik heel goed in plannen en vooruitzien? Of ben ik juist een hele creatieve en kan ik heel snel denken over de processen die, of dingen die je nodig hebt op verpakkingen? Heb ik heel goed ruimtelijk inzicht en kan ik goed in een fabriek zien waar welke machines moeten staan? Je wordt dus getest echt op een aantal dingen waar je goed in bent, waar je... Dat geldt voor elk kind individueel. Elk kind krijgt de gelegenheid om elk van de tests te doen. Ja, wij spelen alle 5 de spellen. Wat wel zo is, er zitten aan de spellen 3 horens vast. Dus zij spelen het met z'n 3 vaak. En dat is ook weer heel leuk om te zien, omdat ze elkaar gaan helpen. Er kan maar 1 iemand het paneel bedienen, maar ze gaan overleggen. Hé, je moet dit zo doen. Of je moet... Kan dit beter zo of dit beter zo doen? Dan wil ik als laatste jullie nog eventjes vertellen wat de ervaringen zijn met de spellen. We hebben een kleine test gedaan, of een kleine evaluatie gedaan met de eerste paar groepen die de spellen hebben gespeeld. Wat meteen wij ervaren was dat kinderen ontzettend meteen gefocust zijn. Zelfs juist ook de VMBO'ers, die vinden spellen en digitale dingen ontzettend aantrekkelijk. Je moet ze er erg op wijzen dat ze heel goed moeten luisteren naar de uitleg. Maar daarna gaan ze het heel erg proberen. Je merkt dat ze het heel leuk vinden om dingen in te stellen, om dingen te testen. En daarna willen ze de spellen nog een keer spelen. Want daarna hebben ze door hoe het moet. Dus dan willen ze de score zo hoog mogelijk halen. Wij laten ze altijd maar 1 keer spelen en dat was wat we uit de evaluatie vooral terugkregen. We hebben ook gevraagd aan de kinderen, wat wist je over het werken in een fabriek? En eigenlijk komen er dan heel weinig dingen uit. Ja, dat er machines staan, dat je daar kan werken. Maar de kinderen geven na het spelen hiervan wel aan dat ze meer inzicht hebben in wat mensen daar precies dan doen en wat ze... moeten kunnen om in zo'n fabriek te werken. Dat was mijn presentatie. Ik wil graag nog eventjes vragen krijgen als jullie daar behoefte aan hebben. Ik zal me afvragen, weet je die doelen ook dat voordat ze dat spel spelen dat eruit kan komen? Ja, want zij krijgen een dossier zelf. En daarin staat zeg maar de operator en waar diegene goed in is. Dat wordt ook bij de operator verteld, maar niet visueel laten zien. Dus daar hebben ze ook problemen mee van oké, ik wist niet helemaal precies waar ik dan op gescoord werd. Of waar ik dan goed in moest zijn. Dus daarvoor hebben we een dossier gemaakt. Doen ze dan een stukje voorbereiding van hun havenonderwijs op school? Of komen ze... Ze komen meestal redelijk blanco bij ons naar binnen. Ja.
Maar wij als museumdocenten leiden wij het een heel klein beetje in door iets te vertellen wat ik net ook heb gedaan over de voedingsindustrie. En dat die heel groot is in de Zaanstreek. En dat kinderen daar dus heel veel zouden, later als ze groot zouden worden, zouden kunnen gaan werken. Hebben jullie ook een actieve koppeling met de echte duivensfabriek? Kun je daar naartoe? Was het maar zo. Fabrieken zijn echt zo gesloten. Als het maar kan. De hygiënewet is zo streng. Dat zelfs voor het maken van deze filmpjes en zo was al heel veel gedoe. Maar we hebben wel een goede band met ze in die zin dat we wel met hen mensen kunnen vragen van nou willen jullie bij ons komen om iets te vertellen. Maar kinderen naar die fabriek is echt bijna uitgesloten. Ja, dat is dan wel de koppeling die ik mis, want het is hartstikke leuk. Ja. Zo'n spelletje. En dan, ja, ik ben goed in dit spelletje. Ja. Maar ik heb dus niet gezien wat zij eigenlijk doen. Nou ja, dat is geprobeerd om duidelijk te maken in het spel wat ze precies doen. Dit is niet hoe een fabriek eruit ziet. Nee, daar heb je helemaal gelijk. En dat vind ik dan jammer. Als het dan toch gaat om het activeren van, dan is dit een leuk opstapje. Maar de koppeling naar het echte werk, die ontbreekt. Ja. Kan je dan een koppeling maken tussen het verhaal van Marjelle die over zeg maar de relevantie? Hmm. Is dat meer wat je waar je echt op doelt? Ja, eigenlijk wel. Want ik vind het heel mooi en heel goed. Mm-hmm. En het is een hele mooie opstap. Maar ja, de relevantie die ontbreekt uiteindelijk. Ja, omdat je er niet naartoe gaat. Ik vind het een hele mooie weergave van hoe de dingen werken. Ja. En hoe zou je dat wel kunnen doen dan? Want het is inderdaad... Ja, dat is heel moeilijk. Want ik kan me voorstellen dat als je hier bijvoorbeeld, maar ik weet niet of duivens dat zou willen, als je een soort webcam-verbinding hebt met de fabriek, dat je wel ergens naar binnen kan kijken. Ja. Ik snap inderdaad dat Duivis dat zo'n fabriek de deur dus niet meer kan opengooien. Nee. Er zit wel een introducerende film in die het fabriekswerk laat zien of ook niet? Nee, helemaal niet. Nee. Dat zou inderdaad een mooie avond zijn. Want dan zie je namelijk ook als je dus inderdaad mensen uit die omgeving houdt om deze presentatie of deze spelletjes te doen, zie ook die herkenning wel, ook weer. We hebben wel bij een van de spellen is een puzzel en daarin is wel een foto uit de werkelijke fabriek met de engineer Lijn. Dus daarin zie je dat weer wel, maar ja, niet in werkelijkheid. Mag ik daar nog op inhaken? Ja. Ik denk dat het inderdaad waar is, dat is mijn mening, dat je een koppeling wil maken naar de real life situation. Maar zo'n fabriek is natuurlijk voor kinderen en de doelgroep is vrij saaie omgeving om te bekijken. Ja, dus de vraag is, wil je ze stimuleren om beroepen uit te gaan oefenen in die fase? Wil je ze dan ook gelijk blootstellen aan de real deal? Dus ik denk zelf dat deze een goede intro is. En ik zie daar eigenlijk, ik vind het fantastisch. Het enige waar ik denk van, nou het zou nog leuker kunnen, is als ze echt zo'n grote knop hebben die ze aan kunnen gaan draaien. Ja. Maar ja, dat is gewoon heel lastig en slijtgevoelig. Dus deze methode lijkt me prima. Ja, en ik denk dat het Zaans Museum is ook vooral een museum en geen bedrijfspresentatie. Je introduceerde ook het kaderpaviljoen. Daar is ook van, nou het was een iets eerdere generatie, maar er zijn ook virtuele digitale spellen. Maar daar zie je ook de collectie, ik ben een collectiemannetje, daar zie je ook de echte verpakkingen uit de jaren 30, de schokkadeplaatjes. Ja, dat is hier ook dus gedaan hoor. Dat is wel iets als een soort fabrieksinterieur. Bij de ontwerper staan de echte rollen met papier van Duivis, waar ze hoedjes van gaan maken, analoog zeg maar. Dus er is wel geprobeerd die koppeling zoveel mogelijk te maken, maar... Maar ik vind de suggestie van een filmpje uit de fabriek en zijn mooie. Maar misschien moet je je ook wel in al dit zin ook een beetje aanhaken wat Marjelle zegt. Steeds maar afvragen wat je wel of niet kunt bereiken in een science center of een museum. Ja, zeker. Want als je het probleem van die mensen in de techniek uit elkaar trekt, dan zie je dat het iets te maken heeft met cultuur en imago. Dus op een relatief hoog niveau, hè, van wat denken wij van de mensen die in de techniek werken, wat vinden wij van loodgieters als maatschappij, zeg maar. Hè.
Wat vinden wij van wetenschap? Wat vinden we van technologie? Hoe verhoudt zich dat? Vertrouwen we wetenschappers? Vertrouwen we technologie? Allemaal hele hoge abstracte dingen. En daaronder, om dat te realiseren, dat mensen naar die techniek toe gaan, zitten er allemaal sub-boodschapjes. Wij willen graag dat er mensen bij de hoogovens gaan werken, of we willen graag dat er mensen bij Duits gaan werken, of we willen mensen voorbereiden op een carrière als planner of als operator, etc. In die lagere doelstellingen, daar moet je je volgens mij op richten. Want dat is ook behapbaar en ook realiseerbaar. En pas in allerlaatste instantie kom je dan of dit wel een goed filmpje is, of dit wel een goede methode is om dat lage doel te bereiken. Maar als je zegt, ik wil aan het eind van dit twee jaar durende programma, drie jaar durende programma, wil ik dat het aantal sollicitaties bij Duivens, ik weet niet of je zo ver gegaan bent, hoor, maar het is wel een onderliggend. Nee, maar als je zegt van ik wil graag, want Duivens krijgt nu 100 brieven uit de regio, spontane sollicitaties, en ik wil over drie jaar, wil ik dat er 500 zijn, of ik wil, en als je dat soort doelen gaat omschrijven, ik denk dat je dan jezelf ook veel meer helpt om echt ideeën te ontwikkelen die daarop gericht zijn, hè? Omdat het veel meer vanuit communicatietheorie is. En dan ook je te realiseren wat je dan daarvoor zou moeten zien. Want inderdaad, bijvoorbeeld straks heb je hier een operator gefilmd in tegen een prachtige witte limbo. En je stapt daar straks die fabriek binnen en dan word je door het lawaai en van wat overheerst of zo. Ja. Hoe ver moet je daarmee gaan? Ja, maar vind je dat je dat moet doen? Want eigenlijk dat soort, vind je dat je als museum eigenlijk zegt van wij willen iets doen met de regio waar wij in zitten, met de identiteit van de regio waar wij in zitten. Wij hebben een collectie die daarover gaat, dus wij willen best bijdragen aan dat soort doelstellingen als instroom. Maar wij gaan niet bijdragen aan het laten stijgen van het aantal sollicitaties van Duivens. Ik vind dat eigenlijk heel ver gaan. Nee, maar ik behalve stel, wanneer je het Duivens bezoekerscentrum bent, dan snap ik dat je daar. Ik noem dat het verschil tussen zeg maar voorlichting, waarbij fabrikant, sponsor, weet ik wel wat. Duivens, honig, bedenk ze allemaal maar. De overheid, de gemeente zegt van, ik wil dit specifieke doel bereiken en wil je dat voor mij doen? Dat is ook een beetje de herkomst van een heleboel van dit soort museumcollecties. Die komen daar vandaan, hè, uit die bedrijfscollecties die dat soort doelen hadden. Naar een heel andere sfeer, dat heeft te maken met de cultuur, de maakcultuur, waarin je veel subtieler, tussen aanhalingstekens, te werk moet gaan. Ik bedoel, het Klokkenmuseum of weet ik wat, het stuk van Verkade leert je op een veel subtielere manier dat techniek leuk is, zeg maar. En ik weet niet of jullie dat het onderzoek kennen van de mentality, beta mentality van YoungWorks. Die hebben gezegd van, als je dan zo'n soort probleem zou tackelen, dan moet je je eigenlijk omdraaien, dan moet je zeggen, wat is het niet leuk om zulke leuke borrelnootjes te maken voor al die mensen. Mm-hmm. Zeg maar, waarbij je dus vanuit voedingsindustrie een hongerprobleem oplost of een ander probleem oplost. Dat is ook weer een bepaalde techniek. Ja. Volgens mij is het ook belangrijk om verbinding te houden. Hè? Ik bedoel, ze maken nu kennis met Duivens. Ja. En misschien, daarna komen ze misschien helemaal tot nergens meer. Nou, het mooie is wel als het museum zeg maar aankomen, dan ruik je de Duivens. Precies. Ja. Als de show niet. Je kan er net aan. Wat wij bij ons ook aangaf, is dat op het moment eigenlijk de slag gelegd moet worden tussen al die initiatieven die met het gezamenlijke doel gelegd worden en de manier waarop het opgebouwd wordt. Dus met andere woorden, ja, wat u vertelt is correct, maar de vraag is of je dat dan moet doen vanuit de eerste stappen in het onderwijs, met andere woorden, wat gaan we doen? De feedback die er zou moeten komen over beroepsrichtingen waar in de toekomst behoefte aan gaat zijn, voor zover dat mogelijk is, hè, maar men denkt dus wel in die richtingen, dat je dus een soort opbouw krijgt vanuit een toekomstige potentiële behoefte, vertaald naar informatie in de klas, vertaald naar bezoeken waar dat handjes en voetjes krijgt. Ja. Maak het dus concreet dan? Maak het eens concreet met een voorbeeld? Nog concreter voorbeeld. Nog concreet voorbeeld. Interessant
het is niet helemaal een voorbeeld, maar het tekent wel waar het om gaat, is dat ze hebben bij de Universiteit van Amsterdam, of de Hogeschool van Amsterdam, dat weet ik eventjes niet welke van de twee het was, een initiatief opgezet, It's Academy, waarbij de leerlingen van zeg maar halverwege de middelbare school concreet aan de gang gaan met een bepaalde functionaliteit van de toekomst. Hè. En een van de populaire dingen was om crime scene investigation. En dan krijg je dus dat er spooronderzoek gedaan moet worden. En dat spooronderzoek, er zit een hele methode achter. Nou, dan krijg je dus dat die kinderen, even als voorbeeld, door de televisie uitgedaagd worden van hé, dat lijkt me een leuk vak, hè? Paf, paf, piep, poef. Inbrekertje te pakken nemen omdat hij zijn spoor achtergelaten heeft. Nou, dat blijkt als dan die kinderen in het lab aan de gang gaan met het spooronderzoek, een verschrikkelijk saai vak te zijn. En je ziet dus ook dat een hele rits vanuit de informatie die ze zelf hebben gehad op dat moment, tv, denken dat het een heel interessant groep is en dan ter plekke ontdekken dat het eigenlijk een fout aan is. Nou, die interesse zou je dus op lagere scholen en in de basisschool is het tegenwoordig, kunnen uitdagen in de beroepsrichtingen waarin de visie van nationaal of Europees plan behoefte gaat ontstaan aan mensen. Zoals we nu weten dat we over 5 jaar 150.000 man nodig hebben in technische vakken. Ik wil daar nog iets misschien aan toevoegen. Ik denk dat het heel belangrijk is om, als je het hebt over ik wil graag dat mensen boeken kopen, dan heb je een onderscheid tussen wij bevorderen met z'n allen het lezen op een hoog niveau. En op dat niveau van de eerst bouw je allemaal pilaartjes. En die pilaartjes zijn meer thrillers of meer kinderboeken. En daarbovenop zitten weer de uitgevers die zeggen, koop mijn boek, zeg maar. En die drie niveaus, die zie je ook in dit specifieke geval. Je ziet, wij willen een soort algemene cultuur waarbinnen mensen niet bang zijn voor techniek, ook niet bang zijn voor technische beroepen, et cetera. Waarbij een breed gedragen door tv-programma's, musea, sciencecentra, bibliotheken, bedenk het allemaal maar, een rol spelen om een beetje daaraan te veranderen. Te zeggen, jongens, techniek is leuk en het helpt ons en onze wereld is doordezen van techniek. En als je niet begrijpt hoe het werkt, dan kom je ook niet te veranderen. En daarbovenop bouw je allemaal individuele programma's. En ik beschouw dit als zo'n individueel programma, zeg maar. Hè, wat natuurlijk wel invloed heeft op dat algemene imago. Maar waarbij je specifieke doelen stelt. En een beetje aanhaakt op wat Marjelle vraagt. Van, moet je nou als musea die kant op van die specifieke doelen? Of moet je veel meer, en ik denk dat dat ook veel meer haalbaar is, samen bouwen aan die cultuurverandering, die imagoverandering van de techniek? En daar kan dit leuk voor zijn, want dat zie je dan. Maar daar kan elk museum, of het nou Tijdas is, lopend tot weet ik wat, de Delft Science Center. Het zijn allemaal dingen die daarbij horen. Maar de vraag is wel, hoeveel regie zou je daar, net als dat er inderdaad aangegeven werd door Willems, van je wil regie hebben, eigenlijk op dat basisonderwijs, wat daar gedaan wordt aan techniek, zou met dit probleem voor ogen, dat er zo'n groot tekort komt, is dan regie op die sector van wetenschapsmusea en sciencecentra, is dat slim? Of is dat noodzakelijk? Of zeg je van nee, het zijn net die pilaartjes van meer thrillers, meer kinderboeken, meer. En iedereen moet gewoon doen wat hij zelf vindt dat hij moet doen. Ik denk dat het onhaalbaar is, hè? Want iedere instelling heeft natuurlijk zijn eigen financier, zijn eigen doelstellingen en zijn eigen mogelijkheden. Dus een regie of centrale aansturing, denk ik dat je daar überhaupt niet naar moet streven. Ik denk ook dat we heel voorzichtig moeten zijn van wat je met een tentoonstelling kan beïnvloeden. Door een tentoonstelling te maken kan er echt niet meer havenarbeiders bij. Er is veel meer mee nodig. Dus ik denk wel dat samenwerken en afstemming goed kan werken en dat we daar als science center en musea een rol in spelen.
Hè, dat denk ik zeer zeker. Maar ik denk niet dat je moet overschatten je rol van nou, wij gaan dat probleem oplossen. Het is veel meer een algemeen ding. En als we denken van nou specifiek voor het basisonderwijs is het een probleem. Hè, Rijn Wilms gaf het ook al aan. Maar de makkelijkste en de meest goedkope maatregel is om het gewoon verplicht te stellen. Want waar we nu zitten met het basisonderwijs is dat het zittende lerarenkorps heeft natuurlijk heel weinig wetenschap en techniek in hun bagage. Dus het zit nu in het beleid scholen aanzetten in de prestatiebox. Hè. Ze kunnen er zelf middelen aan toekennen. Maar omdat zij daar onbekend mee zijn en daar ook onzeker in zijn en te weinig ondersteuning hebben, zullen ze dat minder snel kiezen, helemaal omdat natuurlijk het basisonderwijs enorm veel andere problemen of zaken te doen heeft. En door niet bij de PABO's te beginnen en zeggen, nou we gaan het in ieder geval op de PABO verplicht stellen, krijg je ook geen nieuwe aanwas. Nou, en dan zeggen van ja, de wetenschapsmusea of science center, die kunnen dat ook wel oplossen. Nee, we zijn een onderdeel van die oplossing. Hè. Want wij kunnen niet al die scholen bij de hand nemen. Daar hebben we de capaciteit en zelf ook de middelen niet voor. En dat door een hele mooie exhibit te maken, zoals dat voorbeeld dat je gaf, ja, dan kan je hoeveel scholen bedienen ermee. Daarmee maak je het probleem weer zo ontzettend groot. En dat is nou precies het voorstel. Probeer het nou terug te brengen tot kleinere issues, waarin musea en science centers dat wel kunnen doen. En om die analogie van die boeken even vast te houden. Je ziet dat Centraal CPMB, die voorzien de wereld van het boek, van een aantal instrumenten om de boekenweek te organiseren. Die zorgen dat er een boekenweek geschreven wordt en dat er een deal is met de NS, et cetera. En daarna moet de boekenindustrie het zelf doen, de uitgevers, de boekwinkels, de lezers, de bibliotheken, et cetera. En ik denk dus dat het wel zou helpen als er een soort katalysator komt die zegt, jongens, we gaan die kant op met z'n allen, dat is wat te doen. Net als de CPMB dat zegt, we hebben een boekenweek geschenk en dan moeten jullie met z'n allen zorgen dat het ook verkocht wordt, zeg maar. Hè? Natuurlijk gaat die analogie een beetje mank, maar het is wel, als gedachte is het wel goed. Het is wel aansluitend op wat meneer zegt. Dat is dat het grootste probleem wat je inderdaad op de basisschool hebt op dit moment, is dat er van tevoren in aanloop naar het schooljaar een rooster vast ligt. En wanneer je daar, spreek even uit eigen ervaring, probeert tussen te komen met een stukje voorlichting op technische plakken, heel breed, heel interessant voor kinderen, geen les, maar spelen, hè, dus dat fenomeen van Lego League, waar we het eerder over hadden. Dan is het eigenlijk al lastig voor de school om daar op dat moment op in te spelen, omdat het niet in hun rooster ingepland is. En dan kan ik met u meedenken in de sfeer van, als je daar dus verplicht op de basisschool een bepaald blok voor neerzet, net zoals je bij de masters blokken hebt van bepaalde informatievoorziening, dat het dus in de lagere basisscholen ook zo is dat je in het, ik zeg maar even, derde semester bijvoorbeeld, 1 of 2 dagen voorprogrammeerd voor dit soort informatie. En dan is het niet noodzakelijk alleen dit, maar het geeft wel de ruimte. En die ruimte moet er eerst zijn voordat je er gebruik van kunt maken op deze manier. Dus de gemiddelde primair onderwijs, leerkracht, als je daarom vraagt wat wil je doen met de leerlingen, dan beginnen ze van wij willen, en ik heb dan ook de Amsterdamse situatie, wij moeten naar het stedelijk, naar het Rijks. Dan moeten we het natuurpad in het Vondelpark doen en dan hebben ze nog een aantal van dat soort dingen. Ja, dat en dan helemaal aan het eind, zeg maar, komt Nemo, zeg maar, als lesmateriaal. Terwijl al die kinderen die daar, dat is de ergste, al die Amsterdamse kinderen, die weten verdomd goed. In het Parool hadden ze een vraag aan kinderen tussen de 8 en de 10, wat vind je het leukste om te doen? En dan zeiden al die kinderen, zeiden Nemo, die vraag hebben ze er maar uitgehaald, want dat stond elke week hetzelfde. Dus die leerkrachten die vinden wel dat Nemo, dat is fantastisch, maar ze zien het niet als onderdeel van hun lesprogramma. Dus ze kunnen het niet begeleiden. Dus moet je ze daarmee helpen. En ik stel, als dat het duwtje is, dan is dat fantastisch. Dan moet je dat ook meenemen. Precies, maar wat ik dus ook zeg, we zijn natuurlijk een schakel in het geheel. Hè, en niet het startpunt eigenlijk. Hè, wij zijn eigenlijk een ondersteuner in het hele proces. Nou, en als je zegt van nou, we hebben een plek in dat schoolcurriculum. Hè, en we gaan daar wat aan doen. Kunnen wij heel makkelijk faciliteren. Dat is eigenlijk een beetje het punt. Ik wilde de vraag stellen van, wie moet dan die katalysator eigenlijk zijn?
Ik denk OCW, die moet gewoon heel duidelijk zeggen van nou, wij stellen dit verplicht. En dan kunnen ze zeggen van nou, wat is dan de rol, hè? Want er zijn dan natuurlijk een aantal initiatieven. Heel veel universiteiten die hebben bijvoorbeeld iets van wetenschapsknooppunten, gericht ook op het primair onderwijs. Wat is dat die rol? En welke rol zou de universiteit moeten nemen op de leraaropleiding, op de PAVO's of de hogescholen, et cetera? Hoe past eigenlijk iedereen in dat plaatje? En ik denk dat de verschillende sectoren dat heel goed voor zichzelf kunnen formuleren. Ik denk ook dat wij als VSC of Science Center kunnen dat heel goed voor onszelf formuleren, welke rol wij dat in dat proces kunnen spelen. Het is overigens wel zo, Arno, dat in het verhaal van Rijn Willems ook naar voren komen dat ze met het chat met Junior daar in feite naartoe willen. Ja. Ik zie het betrekkelijk basaal. Je wordt gezegd, daar zijn we. Zijn. Komen ze direct in. Ja. Ik zie het betrekkelijk basaal en praktisch. Ik werk voor een museum, dus ik praat dan niet vanuit het perspectief van wat een science center kan. Hè. Het project van het Duivensproject zou wat mij betreft prima in een science center kunnen of in een bedrijfsmuseum. Waar ik naartoe wil is, je hebt als museum natuurlijk je eigen doelstelling en je hebt je collectie. En dat is natuurlijk je eigenheid en je eigenlijkheid. In het begin, of je de voorraad van Marielle was, wat kunnen wij bijdragen vervolgens of nu? Boog je het om, in ieder geval moeten we het wel willen, of moet dat wel onze taak zijn? Ik denk dat dat heel simpel is, als de overheid via dat pact straks dat bepaalt en daar geld voor vrijmaakt, dan kunnen wij daar als museum wat mee. Als er een bedrijfsmuseum, een bedrijf is dat zo'n presentatie wil sponsoren, en het is eigenlijk voor je doelstelling, eigenlijk passend bij je collectie, prima, ik zie dus de zwakke schakel dus meer. Dus het is niet een kwestie van dat wij moeten dromen of wij moeten daar een discipline of een ideële instelling voor hebben. Het is volgens mij heel simpel. Maar nou, de zwakke schakel is volgens mij het onderwijs. Ja. Ja. En ook, de vraag werd zo net aan Eva gericht van hoe komen die scholengroepen dan? Nou, het is ook mijn ervaring vanuit, je kunt, ik weet niet wat voor voorbereidende lesmateriaal de wereld insturen of via de juiste loketten aandienen. Het is maar mondjesmaat dat het wordt behartigd en zelfs de docenten, we hebben ook voortgezet onderwijs, kennismakingstoertje in de regio, in de Zaanstreek. En nou, dan blijkt dus veelvuldig dat die docenten niet eens weten waar die musea liggen of waar het archief is of het danscentrum of wat dan ook. En daar schort het volgens mij het meeste aan. We kunnen als musea, doen wij ontzettend veel om te bedienen, om lesdoelen en kerndoelen dekkend te zijn. Maar die scholen zelf zijn. Wat je ook van docenten heel veel hoort, ja, dan willen we wel graag komen. Maar dan moeten we daar subsidie voor aanvragen. En dan moeten we weer een boekwerk voor schrijven. En dan zeggen ze, ja, dat vinden we te veel werk. Daar loopt al. Wij hebben alles gekeken of niet echt een soort bijna standaard formuliertje al voor ze aan zou kunnen leveren ongeveer. Dat ze daar ook al op afhaken. Het zijn al die voorwaarden, zeg maar. Ja. Ze weten wel, dat moet kant-en-klaar voor liggen als ze zo ongeveer denken. Wat ik interessant vind, is dat Michael zegt eigenlijk van dat je een schakel bent. Hè? Maar schakels zijn heel waardevol. En wat ik volgens mij, wat nu een beetje ontbreekt, is dat we soms niet kunnen laten zien hoe waardevol die schakels zijn. Je ziet dat binnen dat plaatje van welk systeem is er dan, wie draagt erbij, worden die musea niet opgenomen. Terwijl we allemaal schoolgroepen ontvangen. Het zijn allemaal instellingen waar vaak inderdaad een heel project aan wordt gekoppeld. Pia gaf het voorbeeld van tevoren over een project over tijd, wat dan een week duurt. Soms hoor je dat een school naar een science center gaat, maar een maand bezig is met allerlei voorbereidende activiteiten van dat project. Maar we kunnen niet altijd laten zien wat voor essentiële schakels we zijn. En dat is soms, denk ik, een gemis. Maar misschien, Marjo, ligt dat ook wel een beetje aan. Sorry. Hoe specifiek ben je in datgene wat je wil bereiken? Als je weet dat je maar een onderdeel bent van de oplossing, moet je ook wel accepteren dat je maar een onderdeel bent van die oplossing. Ja. Maar je moet dus proberen om de dingen die je doet, in de ogen van stakeholders, platform beta techniek, overheid, et cetera, zo helder mogelijk te maken en daar ook kwantitatieve en kwalitatieve doelen aan te koppelen.
En daarom is het belangrijk, want daarmee versterk je als Science Centra en Wetenschapsmusea ook daadwerkelijk je positie. Laat je zien, en dat begint met laten zien hoeveel mensen er met z'n allen bij ons komen. Maar het eindigt ook met van hoeveel PO-leerlingen bereiken we, wat vertellen we tegen ze, wat bereiken we als doelen, welke kerndoelen haken we aan. Probeer dat zoveel mogelijk te kwantificeren en dan zul je langzamerhand, dat is niet het doel van deze exercitie, maar dan zul je als VSC ook wat meer laten zien hoe je als branche echt belangrijk bent daarvoor. De bibliotheken doen dat ook op die manier, zeg maar, om dat te doen. Dus ik denk dat ook wel belangrijk is. Nou, ik denk bijvoorbeeld als we, wat Rijn Willem zei, dat die SLO nou is aangehaakt hè, voor die leerlijn. Dat ze ook kijken naar wat voor rol spelen de design centers erin of die wetenschapsmusea. En die er ook actief bij betrekken, omdat wij precies wat we gezegd hebben, we hebben allemaal educatieafdelingen, allemaal educatoren rondlopen. Wat voor rol spelen wij daarin? En wat je nu vaak ziet is nog dat iedereen apart van elkaar werkt. Om, kennelijk vanuit een oogpunt van de expertise zit bij mij of zo en niet bij een ander, maar die blijkt veel gedeelder te zijn. Zijn jullie nou ook gevraagd voor het techniekpact ook aan de tafel te zitten als experts? Nemo wel. Nou, het werd al geschetst dat er heel veel regionale oplossingen worden gezocht. Dus er zijn vrij veel VSC-leden ook op regionaal niveau actief, maar niet als branche. Ja, dus wat Rijn dus ook een beetje inderdaad aangeeft van eigenlijk een vergeten sector eigenlijk. Ja. Vorige keer was zo met platform beta techniek met alle plannen hebben we ons er ook echt in als een bolletje moeten schrijven. Dus het is terwijl het wel allemaal, het zijn verlengde leeromgevingen. Dat zat ook in de presentatie van Rijn Willems. Het gaat echt natuurlijk om gewoon dat lifelong learning. Wij zijn daar onderdeel van. Heel veel scholen komen bij ons, dus je kan het als een verlengde zien en benoemen. Wat jij zelf zei, dat moeten wij ons ook niet zeg maar, af laten nemen. Dat is, als wij in dat informele leren spelen we een ontzettend belangrijke rol. Bij ons is 20% komt uit het onderwijs, maar dat betekent dat 80% zijn dus ouders met kinderen die Nemo bezoeken. En daar dus ook weer dingen oppikken. En dat is een veelvoud van de groep die via educatieve instellingen terechtkomt. En is dus qua doelgroep, als je het hebt over die cultuurverandering, eigenlijk veel wezenlijker. Ja. Dus ik denk dat je daar ook, zeg maar, als VSC kunnen we daar misschien wel eens een beetje extra nadenken. Ja. Nou ja, er zijn eigenlijk twee niveaus waarop we werken natuurlijk. Heb ik gezegd, die algemene cultuurverandering, maar er zijn natuurlijk ook de scholen die je daadwerkelijk binnenkrijgt. Hè. En als je kijkt naar de lagere scholen, die zitten vaak in onze eigen regio, die komen niet van ver. Dus daar hebben we eigenlijk iedere instelling een netwerk liggen om toch een programma op wetenschap en techniek te ontwikkelen. Dus ik denk dat we wel in twee bereiken een rol spelen. Hoe zit het bij de spelerij? Hoe maken jullie dat leuk en volgens? Op welke doelgroep enten jullie? Het grootste doelgroep die we hebben is het basisonderwijs, primair onderwijs. Dat zijn heel veel schoolreizen, bieden we ook apart techniekprojecten aan. Maar ook sowieso als we op schoolreis naar ons toe komen, gaan ze naar de uitzenderij. Dat is een grote werkplaats waar ze met metaal aan de gang kunnen knippen, buigen, puntlassen, figuurzagen, piepschuim snijden. En daar buitenomheen bieden we nog extra projecten aan. Maar dan zie je inderdaad dat heel veel scholen zeggen ja, maar het potje is er niet meer, of moet er veel moeite voor doen, of de bus is ver. Dus gaan ze inderdaad heel gauw over richting dingen als de techniektoren. Ook omdat mensen het niet verder denken, ook vaak de makkelijke weg. Heb ik het idee een beetje willen zoeken van, dan kunnen we het binnen school doen. Of, We hebben wel een aantal, onder andere het Redersbuls in de buurt, komt ieder jaar met in hun beginblok al met de brugklassen en dat soort dingen die dan ermee aan de gang gaan. En we hebben nu weer wat scholen uit Zutphen, onder andere wat middelbare scholen die dat doen. Maar het is weinig. Wij merken dan ook dat als scholen wel willen komen, maar de voorwaarden die zijn niet dusdanig dat het interessant meer wordt. Het doel blijft wel interessant. Tuurlijk. Het is interessant komen, maar. Maar we hebben benieuwd als anderen hier nou ook tegenaan lopen. Nou, dat is een beetje een algemeen fenomeen. Hè. Als je vraagt naar scholen, waarom kom je niet naar ons toe? Dan volgt er een rij, net zoals wij hier ook heel sterk zijn in het noemen van bezwaren. Zeg maar. Een hele rij bezwaren en wij noemen dat dan ontzorgen. Hè, van misschien moeten we de bus al voor je regelen. Beter lesmateriaal wat we van tevoren bereiden.
En ze helpen bij de begeleiding. Dat is een soort van bias die ertussenin zit. En geld is vaak een argument. Ook een makkelijk argument. Dat zie je natuurlijk ook een heel makkelijk argument. Te zeggen, ja, dat kunnen we niet betalen. Dus maar wat zijn dan de meest voorkomende? Is dat de bus? Voor het waterverzekering heeft een gratis vervoer, toch? Ja, dat hebben we al een aantal jaren. We voorsubsidies, in ieder geval voor scholen die onder het gebied van waterschap Rijn en IJssel vallen. En het gekke is dat wij merken dat die vervoerssubsidie, die dus al een aantal jaren bestaat, het lijkt alsof daar minder gebruik van wordt gemaakt. Dus die is er, en we horen ook vaak dat het vervoer, zeker als je, als je een bus moet huren als school, zijn die kosten hoger dan de kosten van bezoek aan het museum eigenlijk. Dus dat los je dan voor ze op, zou je denken. Maar dat potje gaat niet op. Dus daar is iets. Zeg je dan tegen ze van, dat is goed, wij sturen de bus. Of zeg je tegen ze van, je kunt een bus huren. Nee, wij geven de bus. Ja, nee, dat, want dan is het eigenlijk helemaal stom. Dan mag je het heel makkelijk worden. Ja, we hebben nu een beetje de indruk dat het ook deel zit in de communicatie. Die dus samengaat met waterschap en Rijn en IJssel. En die voorheen in onze beleving actiever en groter was dan nu. En dat het hem daar ook voor flink is, maar dat is ook nog wel iets voor ons om achter aan te gaan. Volgens mij is het bij de Nederlandse Museumvereniging ooit uitgezocht of het zin heeft voor musea om een bus in te zetten en dat dat niet veel uitmaakt. Ja, je weet dat terwijl het vaak wel als argument wordt gegeven. Ja, dat wordt heel vaak als argument gegeven. Maar een aantal jaren geleden, toen Plasterk nog minister was, toen is op een gegeven moment die gratis regeling die afgekondigd. En die is toen afgezegd omdat hij dat beschouwde als een soort open einde regeling waarvan hij niet wist wat dat allemaal ging kosten, hè, die kinderen. En ik denk, wordt nu onder leiding van de Nederlandse Museumvereniging gekeken of dat soort fenomenen helpen. Ik denk dat het als argument heel goed zou helpen. In ieder geval een belangrijk argument zou weghalen als we zouden zeggen, oké, kinderen uit het onderwijs of zo mogen gratis naar binnen en daar compenseer je de musea voor. Dat zou dan helpen. En als je dat dan nog combineert met een gratis vervoer, nou, als ze dan niet komen, geef we dan stoppen we ermee. Dan gaan we allemaal op veranderen. Wat ik wel frappant vind, is, ik ben erg blij dat ik iets hoor over metaalknippen, want dat is een aspect wat nog helemaal, hè, het is nu zoiets van, de blue collar versus de white collar, of eigenlijk de laborante jas. Laat het vooral maar Engels optuigen, laat het maar technologie noemen, laat het maar wetenschappelijk optuigen. Ik denk, wetenschap is al lang sexy. Serious gaming, dat is, je krijgt juist straks het andere effect dat de kinderen door zo'n Amerikaanse tv-serie denken, wat is de realiteit saai. Terwijl de ambacht, industrieel erfgoed, dat is nog steeds stoffig, dat is nog steeds suf. En dat hoor ik nog te weinig terug in dit, en dan kan ik een aantal praktijkvoorbeelden, maar waar ik eigenlijk, om het te beperken nu even, dus ga ik hem breed. Ik beluister bij jullie niets over dat jullie een imagoprobleem zouden hebben. Dat is niet gezegd dat jullie dat niet hebben, maar misschien dat die scholen zich verschuilen achter argument, budget, te veel moeite, curriculum zo, of het vervoer. Maar het zou misschien ook kunnen zijn dat er ook iets is als een imagoprobleem, dat ze inderdaad liever naar Nemo gaan, omdat dat meer sexy is of omdat het herkenbaarder is. Het verschil zit een beetje in, als schoolreis komen ze heel graag en dan komen ze ook in diezelfde werkplaats als je met de bovenbouwgroep komt. Alleen als je een uitgebreider techniekproject aanbiedt en het moet uit het potje techniek komen, dan wordt het in één keer, vinden ze het veel moeilijker. Ik weet niet of dat jullie ervaring ook is, maar wij merken wel dat leerkrachten uit basisonderwijs een beetje bang zijn voor techniek. Want je moet die les voorbereiden en dan moet je daar een bepaald proefje op, dan moet je dit doen, et cetera. Met alle respect, het zijn 90% zijn vrouwen, ik weet dat ik niet mag zeggen, maar in basisonderwijs, die daar op reageren. Het is 10%, dat was laatst ook in een onderzoek daarna, dat die rol van die man in het basisonderwijs eigenlijk veel te klein is, waardoor jongetjes geen rolmodel meer hebben. Want er staat nooit een keer een kerel op die zegt van, ik heb van de week, heb ik de schuur opgetrokken. Maar dat feit dat die leerkracht dus niet het gevoel heeft van met die techniek, of dat proefje, of die hamer, of die zagen, et cetera, is ook nog eens een keer een issue.
En daardoor leggen ze het misschien ook wel eens een keer sneller weg. Terwijl we dat ook proberen op te lossen door heel goed lesmateriaal te maken en dat weg te nemen. Dus dat wordt aan alle kanten getrokken. Maar ik zeg al, volgens mij kan deze beweging, dat techniekpact, kan een soort extra stimulans voor de science centra en voor de wetenschapsmusea betekenen. We moeten alleen zorgen dat, wat Marielle ook al aangeeft, dan, dat we daar weer ingeschreven worden. Dat we als belangrijke partij worden gezien om in dat hele proces. En daardoor ook op het moment dat dat noodzakelijk is, ook naar voren komen, toch? Dat is jouw doel toch ook, lijkt mij? Ja, ja. Ik denk dat ieder zijn doel. Wat betekent dat ook de rol zeg maar, van de Science Center en de Wetenschapsmusea en Techniekmusea in Nederland ook veel prominenter in dat techniekpact moet terugkomen? Ja, ik denk dat dat. Volgens mij onderschrijft iedereen dat die hier wel eigenlijk zit. Maar we zijn eigenlijk allemaal lid van dezelfde winkeliersvereniging. Ja. Dus, het is belangrijk dat we op tijd onze contributie betalen. Dat we allemaal hetzelfde willen en dat we op tijd de kerstverlichting hebben. En ik denk dat als je dat gevoel hebt, dat je dat met z'n allen, dat dat ook een daadwerkelijk gezamenlijk belang is, dat je daar dan ook wel komt. En dan moeten we allemaal, daarnaast moeten we allemaal zorgen dat onze eigen winkel goed is en dat de deur op tijd open gaat. Als je er samen voor zorgt, dan gebeurt het. U had nog een JetNet Junior. Nou, ik ben sinds 1 november JetNet coördinator voor de regio Zuid-Holland. En JetNet Junior, daar zijn we wel mee bezig. Maar het is nog niet. Het is het nog niet. We zijn nu aan het inventariseren om te kijken wat de mogelijkheden zijn. We zijn goed in de bovenbouw. Maar waar JetNet ook mee bezig is, met name de partnerships met hoger onderwijsinstellingen en de universiteiten ook goed neer te leggen. Want de weg ernaartoe, de opleiding ernaartoe, je kan een heel leuk beroepsbeeld neerzetten. Maar welke opleiding heb je daarvoor nodig, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus we willen door de hele onderwijsketen eigenlijk ervoor zorgen dat bedrijven daarbij betrokken zijn. Het beroepsbeeld, maar ook de opleidingen. Behoefte in de toekomst. Ja. Ja. In hoeverre zijn de science centra dan daarbij betrokken bij dat JetNet Junior? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik ga het morgen. Morgen heb ik vergadering, dus ik zal morgen meteen. Daarom zit ik hier ook om. Ik heb het nog niet gehoord. Het zal ongetwijfeld via de JetNet coördinator. Ja. Het zal waarschijnlijk via de klassieke JetNet coördinator. Ja, morgen is er een kernteam en coördinatoren overleg. Dus daar zitten de beleidsmakers ook tussen. Dus ik zal het morgen meteen innemen. Goed. Andere punten? Ik had nog even een vraag, ik weet niet precies hoe dat geregeld is. Is er bij dit soort activiteiten nog toestemming van de ouders nodig wanneer de kinderen de school verlaten? Want dat hoor ik nog wel eens een keer in relatie tot dat ze dus, dat daar misschien ook nog een drempeltje zit. Bij sommige ouders, zeg ik dan maar even in de algemeenheid, is het nog wel eens een probleem om daarin toe te stemmen. Of toestemming te krijgen, al naar gelang. Specifiek voor zijncenterachtige uitjes of voor uitjes in het algemeen? Nou, dat vraag ik dus. Ik weet het niet. Ik weet het niet, ik constateer het alleen maar. In relatie tot Leeuwarden bijvoorbeeld, dat dus dan voor de kinderen toestemming wordt gevraagd om ze mee te nemen naar zo'n wedstrijd. Dat is dus een technische wedstrijd. Ja. En zo zijn er ook in datzelfde kader interviews buiten de deur te houden. Daar moet dus ook toestemming voor gevraagd worden. Ik weet alleen dat over een aantal begeleiders, dat vaak het ding is bij ons. Mm-hmm. Kleuters hebben 1 op 5, geloof ik, moet die begeleid worden. Dat is dus dat is soms een gedoe met het regelen van ouders, maar dat is niet maar ik weet dus niet hoe dat precies, daar vroeg ik dat, of dat in zicht is. In hoeverre die toestemming daar nodig is en in welk verband, dus wat je zegt, begeleiders en zo. Daar gaat het voor de school, moet dat gedekt zijn. Ja. Dus hoeveel ouders ze mee hebben. Ouders moeten wel toestemming geven. Meegaan vind ik, het is een tweede, dat is een organisatorische kwestie. Ik heb het nooit als probleem. Alleen hooguit met, wil het nog wel eens gebeuren dat tamelijk christelijke scholen vragen of we ons programma enigszins kunnen aanpassen. Ja. En dat doen we. Ik heb bijvoorbeeld een film waarin een fragment voorkwam van de gangers en wij dan lijkverbrandingen, nou ja, zacht is al een heel groot woord. Je hebt dat filmproject van, maar dit niveau mocht dan niet getoond worden.
We hebben een tentoonstelling die heet Teen Facts in Nemo. En daar zit nogal vrij expliciete seksuele voorlichting in, zeg maar seksuele aspecten in. En we hebben 2 of 3 scholen gehad die gezegd hebben, zolang als deze tentoonstelling hier is, komen wij niet. Dan leggen we het dan maar bij neer, zeg maar. Ik vond het in jouw geval wel een Ik denk dat het wel een wetenschapsgegeven met evolutie ook straks kan zijn. Het is het gehoor van de Verenigde Staten, waar ze nu in een aantal staten hebben afgekondigd dat een leerkracht niet meer mag zeggen dat het onzin is als een leerling vaststelt dat de dinosaurussen en de mensen samengeleefd hebben. Dus dat. Er is een groepering in de Verenigde Staten die dus zegt dinosaurussen en mensen hebben gelijktijdig geleefd, dat past op het scheppingsverhaal. En dat roep je dan in de klas. En dan zegt een leraar die zegt dan, ja, nou, volgens mij klopt dat niet helemaal. Die wijst dan ergens op een bord en die zegt 60 miljoen versus het ontstaan van de Neandertalers, nou, het hele verhaal. En dat mag nu niet meer omdat dat indruist tegen de vrijheid van God. Er zitten ook een aantal mensen uit het bedrijfsleven hier en die horen dit volgens mij al wel een beetje aan, maar ik ben ook even benieuwd wat zij er eigenlijk nou van vinden. Hoe zij kijken naar de machinefabriek, en die kunnen een vervolgtraject voor het Staatsmuseum natuurlijk andere duivens gaan financieren. Ik kan daar alleen maar bij vermelden dat bij een aantal bedrijven dit nog echt moet gaan spelen. Ik heb zelf in het verleden gewoon leerlingen in het bedrijf gehad. Maar ik weet wel dat er bedrijven zijn die daar gewoon tijdsmatig mee eens aan willen beginnen. Dat hoeft niet noodzakelijk te zijn. Maar het is wel iets om in de gaten te houden, en dat is waar die lokale initiatieven doen, een grote rol in spelen, is dat zichtbaar wordt wie waar belang bij heeft. Want het kan ook zo gebeuren dat het bedrijf het juist interessant vindt en dan een heleboel verdoet. En dan komen we weer terug op het achtergrondverhaal in het onderwijs, dat het dan stuk loopt omdat het onderwijs dan weer andere beslissingen maakt. Dat het dus nog niet ingekaderd is in het bedrijf. Wat doet gewoon elektrotechniek met kinderen? Althans, ja. Wat vallen ze er wel eens? Ja. We doen het de Lego-lessen. Dus we proberen zeg maar op een aantal scholen de technieklessen door onze mensen te laten invullen. Maar je ziet dat scholen daar niet zo hartig op zijn nog. Hè, of dat de curricula niet passend zijn op wat het bedrijfsleven vraagt. Dan hebben wij 2 jaar terug een online spel, een game ook gemaakt, gebaseerd op het oude elektrospel, met 2 draadjes verbinden. Alleen dan nu op de iPad en online. Daar kan je ook zelf vellen aan toevoegen, je kan erop rekenen oefenen. Daar hebben we sinds een jaar nu een docentenmodule aan toegevoegd, waarbij docenten hun eigen leerstof kunnen ondersteunen met zo'n spel. En dan kunnen ze ook aangeven welke leerstof daar dan bij hoort. Dus andere scholen kunnen daar dan op zoeken van, nou, we hebben dezelfde leermethodiek. Welk oefenmateriaal is er dan al? En je ziet dat dat wel steeds meer gebruikt wordt. Dus zo proberen wij vanuit het bedrijfsleven daar dan ook een rol in te spelen. Maar het blijft zeker met zo'n terugtrekkende overheid toch wel moeilijk om het bedrijfsleven te laten aansluiten op het onderwijs. Met dat, zeg maar, het reguliere technisch onderwijs vanaf mbo, dat gaat dan nog wel, dan kan je nog wel in gesprek. Maar basisscholen, dat is ellendig. En mag ik vragen waarom jullie dit doen? Wat is dan de overweging om dit soort projecten te starten? Nou, omdat wij denken vanuit onze gedachten, het ministerie van elektrotechniek, dat techniek steeds belangrijker wordt. Hè? De wereld technificeert en elektrificeert. Dus je zal in de toekomst, als je techniek binnen Nederland wil houden, of als techno-omgeving belangrijk wil zijn, dan zal je daar iets aan moeten doen. Want ja, de overheid heeft het heel erg gestimuleerd dat iedereen allerlei exotische vakken en opleidingen kon gaan volgen. Als
technische toneelkunde, dat is het gekkigheid allemaal. Gevoed door allerlei televisieprogramma's, hoorde het net al even voorbij komen, dat het hot en sexy is om bij So You Think You Can Dance te gaan werken. Maar ja, aan de top, dat zijn er maar een paar. En daaronder vallen er heel veel uit die helemaal gedesoriënteerd zijn studie afkomen. En denk, ja, wat moet ik nu gaan doen? Terwijl techniek alleen maar belangrijker wordt. Dus wij vinden het belangrijk om daar aan mee te werken. Wij hebben als NCWT, om daar de moeder van Nemo, die organiseert ook nog een aantal andere activiteiten, waaronder andere het Weekend van de Wetenschap in oktober. Dat heet dan Weekend van de Wetenschap en Technologie, heet dat tegenwoordig. En dan proberen we dus, behalve dat er science centra en wetenschapsinstellingen voor te interesseren, ook altijd het bedrijfsleven bij te betrekken. Dat is een soort open huisformule, zeg maar, een soort boekenweek, maar dan voor. En te zeggen van jongens, als jullie nou behoefte hebben aan personeel, contact met je omgeving, zet dan de deuren open. Dus laat ze eens een keertje binnenkijken in die duivensfabriek of laat ze eens een keertje daar mee kijken. En ik moet zeggen dat het bedrijfsleven dat ook altijd heel erg moeilijk vindt. Terwijl dus wel het hele kader wordt neergezet en er is een soort campagne die dat ondersteunt. Maar het bedrijfsleven vindt het echt heel moeilijk om daar op in te haken. Want daar hebben ze niet de infrastructuur voor. Het is in het weekend, dus ze moeten dan opeens publiek ontvangen. Dus het zou wat dat betreft zou het ook wel helpen als de brancheorganisaties in die business, hè, in het techniekpark, dat soort initiatieven wat strakker zouden ondersteunen. Ja, daar ben ik met je eens op zich. Hè. Alleen heeft deze overheid het weer in grote wetendheid bedacht dat alle brancheverenigingen maar opgedoekt moesten worden. Ja. Dus nou, daar komen we niet heel erg veel verder mee. Nee, maar Kieferia bestaat nog steeds. Nee, eens, ja, gelukkig wel. Hè. Wij worden niet gesubsidieerd. Nee, maar goed, dat zie je natuurlijk wel. Hè. Nee, maar bedoel, Kieferia zou prachtig kunnen zeggen, ja, tegen Altero, hoeveel hebben we hier ook weer? 15.000 of zo? 23.000. Waanzinnige hoeveelheid mensen die ontzettend goed als ambassadeur van die techniek zouden kunnen optreden en heel goed daarmee mee zouden kunnen doen. Want de bedrijven die open zijn worden hartstikke goed bezocht op dat moment. Sorry? De bedrijven die open zijn, die worden hartstikke goed bezocht. Ja, dus de vraag van het publiek is er wel. Ja, nou, dat zie je ook op de dag van de bouw bijvoorbeeld. Hè. Dat doen we ook altijd aan mee. Alleen als je ziet welke veiligheidsmaatregelen je moet treden om zeg maar een bouwplaats veilig te laten zijn. Dat wij vorig jaar ook voor hebben gekozen om bijvoorbeeld het betreden van de Koentunnel niet te doen. Nee. Gewoon in verband met de veiligheid. En ja, als je scholen toelaat, kijk, op zich hebben wij een kantoorpand en onze projecten zijn buiten. Je kan kinderen wel meenemen daar naartoe. Alleen de veiligheidseisen en ook onze klanten zijn daar natuurlijk heel terughoudend in. Er hoeft maar iets te gebeuren en je staat natuurlijk op de voorkant van de krant. Ja, maar ik denk, ik heb het niet over specifieke bedrijven, maar gewoon een soort algemene tendens waar je ziet dat inderdaad het bedrijfsleven ook denkt, bij zichzelf, dat wordt wel heel erg ingewikkeld en dan moet ik op zaterdag open. Nou, dat is volgens mij niet zo'n probleem. Dat zou helpen als de Kieferia's van ons en wij met z'n allen ook dat zouden stimuleren om daar mee te doen. Ja, eens. Ik hoorde het al, het opwerpen van bezwaren. Er zijn natuurlijk altijd uitdagingen om het wel te proberen, maar ja, het is wel lastig om zeker techniek. En ik kan me voorstellen, zo'n duivensfabriek, of het maakt niet uit waar eigenlijk, hoe moeilijk het kan zijn omdat gewoon, ja, of het staat stil, dan is het veilig. En als het draait, is het niet veilig. Dus ja, dan... Dus morgen bij de dag van ingenieur rondleiding bij Tata Steel in de Hoogoven, wat ze daar allemaal inderdaad voor één bus voor 50 mensen moeten doen, is best behoorlijk wat werk. Ja. Ook met de kledingvoorschriften, allerlei veiligheidsvoorschriften. Allerlei gegevens die moeten worden ingevoerd. Vroeger was het beter. Toen ging je gewoon vanuit de basisschool naar al dat soort fabrieken. Ja. Dus ja, allemaal, zijn dus allemaal gewoon. Maar misschien is het ook in dit kader om te zeggen van nou, moet niet iedere soort instelling zijn eigen rol nemen en doen waar hij zelf al goed in is. En wat we nu natuurlijk heel veel doen met Jetnet en proberen om bedrijven aan te sluiten bij nu al het basisonderwijs. Is dat eigenlijk wel iets wat bij beide instellingen hoort? En moeten ze niet gewoon zeggen van nou, waar zijn wij goed in dingen produceren, maar laten we dat dan bijvoorbeeld goed zien van hoe wij dat doen. En misschien niet alleen door bedrijfsbezoeken, maar ook daarover de sector veel beter communiceren. Van dit zijn de beroepen die wij nodig hebben in die sector en zo ziet het bij ons eruit en in dit soort omgevingen.
gaan wij werken? En is dat eigenlijk niet een belangrijke rol van het bedrijfsleven en is het niet de rol van het onderwijs om daarop voor te bereiden op die beroepen? En dat je dan wel communicatie tussen die sectoren hebt, maar niet per se zoiets dat er een schoolklas of alle schoolklassen bij Tata Steel moeten komen, want die capaciteit is er heel duidelijk niet. Is het nog zo, want dat vroeg ik me af als je die aantallen hoort, hè, van zoveel instroom is er 15.000, nee, hoeveel was het, 40.000 per jaar? Of was valt daar geen soort specificering van te geven? Want ik dacht van als je het nu op de een of andere manier wil je gewoon echt zichtbaar maken van waar gaat dit nou over? Dat vind ik zelf het sterke voorbeeld gewoon van Duiven zo, dat je echt... Je ziet verschillende beroepen. Dit is een aantal waarvan ik denk, van wat moeten al die mensen gaan doen? Waar zit hem nou? Als ze alle 40.000 elektrotechniek gaan studeren. Ja, dan hebben we een overschot aan. Dus het is, ik vind het zo'n getal waar je eigenlijk niet zoveel mee kan. Je weet niet wat en er de vertaling echt... ook naar je eigen museum, centra, kun je natuurlijk daar ook weer aan ophangen. Ja, als je toch? Iets beter weet... Wat moet het dan zijn? Moeten die 40.000 mensen, hoeveel moeten het op mbo-niveau, hoeveel is hbo, wat is universitair, wat? Nee, ik denk zo dat als je niet zorgt maar dat is meer persoonlijk, wat ik heel erg het gevoel heb, dat als het niet leuk is om timmerman te worden, wordt het ook niet leuk om elektrotechnisch ingenieur te worden, zeg maar, als dat al bestaat. Het zit allemaal in dezelfde hoek. Het zit, als het niet bij dat begin, dus niet bij dat VMBO, dat MBO, dat HBO, dat is volgens mij een soort trappetje. Ja. En als je niet zorgt dat die onderste treden er zijn, dan komt het nooit. En dan zullen er maar weinig in staat zijn om in één keer op de zevende treed te springen. En daarom, ik geloof heel erg in dat is ook dat samenwerksverband tussen het bedrijfsleven en scholen. In dat onderwijs ook, hè, zo dat is die leer... die leerscholen waar je naartoe gaat. Zoals je dat vroeger had, je leerlingenstelsels in heel veel branches. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar bij Timmerman was dat zo. Dat had je in de grafische industrie en loodgieters, et cetera. Die kinderen leerden gewoon het vak van een leermeester. En ik denk dat je daar ook heel veel uit kan, naar boven kan halen. Weet je, dat het logisch is voor een kind om, als die 16 of 17 is, eerst een tijdje twee dagen naar school te gaan en 3 dagen te leren. Of 3 dagen te werken, zeg maar, die combinatie. En dat zijn volgens mij ook initiatieven waar ze nu wel weer mee bezig zijn, waardoor je ook een veel logischer doorstroming krijgt. Ja, belangrijker is in dat aspect dat men er in de afgelopen decennia vanuit gegaan is, dat de lesstof belangrijker is als de praktijk. Ja. En het gevolg daarvan is dat in de eerste jaren van zeg maar middelbaar beroepsonderwijs, dan hebben we iets afvielen omdat ze niet kunnen leren op gaan zitten en de klantenwerkje goedkoper is. Dat heeft tot gevolg dat er dus ook geen doorstroom dan is meer van mensen die dus echt de aanleg hebben voor het handwerk en het gevoel voor, want Rijn Willems noemde dat dan ontwerpachtergronden. Ik zou dat breder willen trekken in de sfeer van dat je met het ermee gewerkt hebben meer gevoel overhoudt aan de eisen die er gesteld worden om verder in die productie weer actief te zijn. Je ziet heel simpel dat eigenlijk docenten die al techniekonderwijs moeten geven, zelf al geen praktische ervaring hebben. Want u zei het ook van, wij krijgen kinderen bij ons in het park, die hebben dan al techniekles in brugklas gehad. En we hebben in de uitvinderij mallen staan waar je doosjes maat kan snijden. En je krijgt een kind die snijdt dat doosje uit, fout in elkaar en die komt naar ons toe. Nou weet ik waar ik de afgelopen 3 weken aan tekenen ben geweest. Ja. Ik heb zelfs gehad een workshop voor volwassenen. Ja. Waar een man bij mij komt, die heeft voor het eerst een CO2 wasapparaat in de hand. Die zegt, ik geef me al 3 jaar wasuitleg. Ik heb nog eens een apparaat in de hand gehad. Dan denk ik, ja, waar begin je dan? Ja. Maar op die manier kunnen science centers en spelerijen op dekhoeken ook een rol spelen in juist het faciliteren van die docenten. Niet per se de kinderen, maar om eerst om ook lesprogramma's op te zetten voor docenten. Ja, die uit te nodigen. Maar daar is nul reactie op. Ja. Nul. Want daar is geen tijd voor. Ik neem al heel veel aan. We hebben een leerkrachtenclub met iets van, dus vooral het primair onderwijs.
leerkrachten van iets van 1400 of 1500. We organiseren twee keer per jaar organiseren we daar bijeenkomsten voor. Daar wordt aan de hand van een aantal proefjes of dingen worden de zaken uitgelegd. Wordt uitgelegd hoe je om kan gaan met je groep en dat soort dingen. En ik moet zeggen dat dat levert best hele positieve reacties op. Ik teken daar onmiddellijk bij aan dat misschien wel de groep is die sowieso al heel enthousiast was. Maar het is wel een soort begin. Hè. Ik bedoel, als het 1400 zijn, dan is het, en dat is een speciale groep. En dan kun je met diezelfde groep kun je weer in discussie gaan over hoe dat volgende lesprogramma eruit moet zien. Ik bedoel, er ontstaat een soort, een nieuwe woord, community. Vanuit de community kan je natuurlijk ook weer bouwen, et cetera. Dat zijn echt allemaal hele goede initiatieven. Dus ik denk dat je niet te snel, te zeggen snel, van we geen tijd voor, maar als je het een beetje aankleedt met een glas sherry en een... Nou, we hebben het nu gedaan op de Nationale Onderwijs en Tentoonstelling. We hebben techniekprojecten voor scholen aangeboden. Ja. En daarbij gezegd van als jij met jouw school, dan zeg gewoon een commercieel bedrijf, een schoolreis bij ons boekt, dan bieden wij gratis een hele dag aan, juist voor de docenten. Ja, en? Maar zoals ik geen enkele reactie op had. Hebben ze komen bij ons, komen ze echt. Want ik wil juist graag die docenten eerst hebben. Hartstikke mooi dat die eerst dat werk gaan. En dan, het mechaniekje daarbij is van je wordt lid van die club, je krijgt daardoor eerder en sneller informatie en je wordt twee keer per jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst. En dat werkt gelukkig. Dus dat, PABO is voor ons ook een doelgroep, hetzelfde, natuurlijk allemaal diezelfde lagen. Prima, dat is goed. Ik zou zeggen, ga een keer bezoeken, misschien dat er iets opsteekt. Wie weet. Ik wilde eigenlijk afsluiten, de eerste spreker niet is gekomen. Ik vind het erg jammer. Over hoe je kinderen nou meer bij de ontdekhoek in dit geval betrekt. Ik heb even een paar dingen opgeschreven en om het even kort op te sommen gaat over... Hoe ga ik nou docenten betrekken bij mijn science centra of mijn museum in ieder geval? En hoe kun je die relevantie met die docent, maar ook op die kinderen gaan overbrengen? Daar hebben we het ook nog over gehad. En dat de science centra, in ieder geval, dan noem ik het in het geheel, ook de techniekmuseum, de wetenschapsmuseum erbij, dat die ook echt een rol moeten gaan krijgen in het techniekpact. Veel duidelijkere rol, ook die ene schakel zijn die ook... een waarde kan toevoegen voor dat techniekpact. En als laatste wil ik zeggen dat eigenlijk zijn alle technici gewoon ambassadeurs. En we hebben dan 23.000 mensen die ambassadeur van de techniek zijn. En jullie hebben een museum dat eigenlijk ook kan functioneren als een ambassadeur van de techniek. En daar wil ik jullie zeer mee uitdagen. En hartelijk dank dat jullie hierbij aanwezig wilden zijn. En de presentaties wil ik vragen aan jullie. Kunnen die worden doorgestuurd aan de rest van de mensen of niet? Ja. Ja? Want Rijnbums krijgen jullie dan ook. En dan kunnen jullie nog een keer nagenieten, want het is allemaal, als het goed is, opgenomen. Ja. Goed. Ik hoop niet dat het tegen ons gebruikt. Deze.